wees voorzichtig met dat soort testen en de maakbaarheid van het leven op aarde. Want er zijn dingen waar wij als mensen gewoon misschien wel vanaf moeten blijven. We zouden eigenlijk een soort reset nodig hebben van gewoon alles wat wij denken te weten over bepaalde onderwerpen. En dat eens even dus opnieuw gaan bekijken. Alles! Ik bedoelde te zeggen dat je soms gekaapt kan worden door andermans ideologie. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel grote bewegingen en grote organisaties die daar gewoon eigenlijk misbruik van maken. Of dat gewoon inzetten met een hele andere agenda. Over ik zeg niet dat er corruptie is. Mm-hmm. Of ik zeg niet dat ik dat zeker weet. Maar laten we het op zijn minst durven vragen. Onze stem, onze macht en onze kracht misschien in handen hebben gelegd van andere mensen en daar zo gewend en comfortabel in zijn geworden dat we bijna vergeten dat we nog een stem hebben en kracht hebben en macht hebben. We staan op de rand van een utopie. Het staat ons te wachten. Yes, 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 yes. Welkom bij de Truman Show. En voordat we beginnen, druk even allemaal op like en abonneren en blijf op de hoogte. En ik zit hier vandaag in Meppel, maar we hadden ook in Antwerpen kunnen zijn. Want ik zit bij een dame, zangeres, actrice, schrijfster inmiddels ook. Ik zit hier met niemand minder dan Josje Huisman. Hi. Hallo. Hallo, wat een mooie aankondiging. Dank je wel. Jawel, hè? Ja, schud ik zo even uit mijn mouw. Zo, hé. Ja. Hey, we zijn in Meppel. Ja. En misschien kun je even uitleggen waarom we hier zijn, to begin with. Nou, mijn ouders wonen in Meppel. En ik ben hier vaak en graag. En ik was hier toen ik jou hoorde, sprak. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, dan gaan we het lekker hier doen. We zitten op de zolderkamer. Ja. En ja, meer kan ik er niet over zeggen eigenlijk. Nee, ja, ik vind het superleuk. Want we hebben natuurlijk de afgelopen 2 keer zijn we in een horecagelegenheid geweest. Oh ja. En ik vind het heerlijk om... het is super persoonlijk, man. We zijn gewoon bij je ouders thuis. Ja. Vind ik heel... dank überhaupt dat we hier mogen komen. Dat vind ik heel relaxed. Maar ik vind het ook superleuk dat we gewoon bij je ouders thuis zitten op het zoldertje. Ja, een podcast op te nemen. Voelt kneuterig of zo. Lekker knus. Ja. Nou, ik ben de laatste tijd ook echt een huismus, dus het past wel. Ja? Ja, ik ben al heel lang niet meer in een kroeg geweest. Nee, ja, nu kan het natuurlijk sowieso even niet. Nee. Maar ook in... Want je woont eigenlijk in Antwerpen, hè? Ja. Ja. Ja, Antwerpen is wel een Bourgondische stad, hoor. Dus kan in dat opzicht, ik ging vroeger er bijna elke avond lekker uit eten en iets drinken of een apero, weet je wel. Aperitief tijd is daar heel erg ingeburgerd, dus dat is supergezellig. Ja. Dus dat was ik wel heel erg gewend, hoor. Maar ik moet zeggen dat de afgelopen 2 jaar ben ik daar echt een beetje rustiger in geworden. Ja, ik ben ook moeder geworden, dus je moet ook gewoon thuis zijn om je kind naar bed te brengen. Dus dat is een groot verschil. Mm-hmm, ja. En we zitten hier in Meppel. Wat voor herinneringen heb je eigenlijk hier? Ik heb hier gewoond vanaf mijn 14e. Ik heb de laatste 2 jaar van de middelbare school hier gedaan. En dan ben ik in Heerenveen school gegaan en toen in Groningen. Maar ik ging op mijn 17e al in Groningen wonen om mezelf. En dan kwam ik hier alleen nog in het weekend. Totdat ik in Amsterdam ging wonen, denk ik. Mm-hmm. Ik heb hier wel veel meegemaakt, hoor. Ik heb hier best wel lang gewoond en veel vrienden gehad. Maar dat is wel een beetje verwaterd allemaal. Ja? Dus ik kom hier echt alleen nog bij mijn ouders. En voor de rest doe ik hier niet zoveel. Dus je vrienden van toen, die heb je niet meegenomen in jouw hele reis eigenlijk? Nee, want toen ik in Antwerpen ging wonen, heb ik gewoon nog maar een klein clubje overgehouden. En ik heb nog steeds gewoon een groep vrienden die ik op 1 hand kan tellen. En dat is het dan. Ja. Ik vond het moeilijk om dat allemaal te onderhouden, eerlijk gezegd. Ja. Hecht je veel waarde aan je vriendschappen? Ja, toch wel heel veel waarde. Ik heb liever gewoon een klein groepje waar ik echt heel goed mee ben, dan dat ik een gigantisch sociaal netwerk heb. Dat vind ik moeilijk. Mm-hmm, ja. Ik hoor dat. Ik had hier met Kai, had ik het hier ook een tijd geleden over. Die zei ook van ja, wie. En eigenlijk Tim had het hier ook al over. Grappig dat het onderwerp nu voor de 3de keer voorbij komt. Maar die zei ook van ja, hoe groot is nou eigenlijk je echte vriendenkring, weet je wel? Ja. En zeker uit in de entertainment-industrie. Ja. En zo ook, denk ik, voor mij in de parties en de festivals en zo, is dat je hebt zoveel mensen om je heen hangen en je kent zoveel mensen. Maar wie, als je nou echt alles gaat wegschillen, zijn nou eigenlijk echt je echte vrienden of zo? Ja, en dat merk je ook wel in belangrijke gebeurtenissen in je leven. Bijvoorbeeld als je... zoals ik een kind krijg. Of je leven verandert ineens. Van heel erg in de spotlights tot toch wel rustiger aan. Of meer thuis willen zijn of zo. Dan automatisch zie je ook weer minder mensen. Of als je vrienden hebt die geen kinderen hebben. Dan die leiden toch nog een beetje een ander leven dan of zo. Dat is op zich niet erg. Het wil ook niet zeggen dat je dan geen vrienden meer bent of zo. Maar je merkt wel van, oké.
ja, het is gewoon een klein groepje dat je echt kan onderhouden. En waar ik vind het heel belangrijk om daar dan ook een, ja, meer een diepgaande band mee te hebben. En echt gewoon alles mee kunnen delen dan dat het heel oppervlakkig is of zo. Mm-hmm. En dat kan ik niet zomaar met iedereen. Dus dan blijft er gewoon maar een klein clubje mensen over. En dat is prima. Is dat in de afgelopen tijd veranderd? Zeg maar, ben je erachter gekomen dat... Dat mensen misschien toch anders in elkaar staken dan je eigenlijk dacht? Nou, ik denk wel dat sowieso met dit jaar, met de hele coronatoestand, denk ik dat er veel vriendschappen wel onder druk zijn komen te staan. Omdat je gewoon ineens, iedereen bekent ineens kleur. Mm-hmm. En dat was daarvoor niet zo. Dan wist je bij wijze van spreken amper waar je vrienden op stemmen qua politieke partij of zo. En nu ineens, ja, merk je toch van als mensen zich aan de regels willen houden, dat je ze dus minder kan zien. En dat er mensen zijn die daar moeite mee hebben of niet, of dit of dat. Dat heb ik in mijn vriendengroep ook wel gemerkt. Maar ik heb ook gemerkt dat het met sommige vriendschappen niet waard is om die daardoor te verliezen. En andere gaan organisch een beetje op de achtergrond verdwijnen die. En ik heb één vriendin die zich echt best wel heel erg aan de regels wil houden. En die ook heel, ja, best wel, vooral in het begin, best wel heel angstig is. En ik had daar in het begin heel veel moeite mee. En later, terwijl we hebben nog zoveel andere dingen om ook over te praten. En dan spreken we af in een park en dan gaan we wandelen. En dan praten we over van alles en nog wat. Mm-hmm. En het gaat echt ergens over. En we kunnen het op zich ook wel over datgene hebben. Maar we doen dat soms ook niet altijd. Omdat op een gegeven moment heeft dat geen zin. Of heb je zoiets van, ja, ik weet hoe je erover denkt en ik respecteer het. Mm-hmm. En dat vind ik ook een vorm van vrijheid. Hè? Want heel veel mensen zijn nu aan het strijden voor vrijheid. Mm-hmm. Maar je moet oppassen dat je het woord vrijheid niet uit het oog verliest. En wat de betekenis daarvan is, dat betekent dus ook dat mensen de vrijheid hebben om wel zich aan de regels te willen houden. Of wel een vaccinatie te nemen, ook al denk je van nee, don't go there. Mm. Weet je wel. En daarin hebben we dan ook weer mooie gesprekken over. En dan respecteren we dat ook. Van elkaar. Van elkaar, ja. En dan vind ik het zonde om daar onze vriendschap op te laten stuk lopen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, snap ik helemaal. Maar die vrijheden, wat ik ben het daar helemaal mee eens. Weet je wel, iedereen moet totaal vrij kunnen zijn wat hij of zij wil besluiten. Maar ik heb wel vaak het idee dat er wordt nu een beetje een beroep gedaan op onze vrijheden. Zonder dat wij daar eigenlijk zelf iets over te zeggen hebben. Mm-hmm. En dan, dat vind ik eigenlijk het tegenovergestelde van vrijheid. Ja. Ja, dat is ook zo. En dan heb je het meer over de beperkingen die worden opgelegd van hoger hand, zo gezegd. Ja, ook dat. Maar als we dan toch even nog over dat vaccinatiegedeelte hebben. Wat ik altijd vind, is dat iedereen het zelf moet weten. Alleen er wordt nu een beetje... We gaan steeds meer ernaartoe dat we het accepteren dat... als je het niet wil, ja, dan zijn daar natuurlijk consequenties aan verbonden. Mm-hmm. Maar dat vind ik dan niet meer. Ik bedoel, tuurlijk, als jij het wil doen, super prima, weet je wel. Nou ja, ik zou het adviseren om niet te doen, maar prima zelf weten. Mm-hmm. Maar dat krijg je niet meer terug. Zeg maar, het gaat er wel steeds meer naartoe dat het normaal wordt dat wij dat iedereen het moet gaan doen en dat er anders bepaalde consequenties aan hebben. Zeg maar, dus die vrijheid is, heb ik een beetje het idee dat het wel maar één kant op gaat of zo. Ja, maar het zou ook kunnen dat op een gegeven moment... Want het is in principe met heel veel andere dingen ook altijd al zo geweest. Het is alleen nu dat het heel erg naar de voorgrond komt, omdat het gaat over een COVID-vaccin dat heel snel is geproduceerd en waar heel veel haken en ogen aan lijken te zitten. Of toch in ieder geval wat veel vraagtekens doet reizen bij veel mensen. Waardoor je ineens denkt van, fuck mijn vrijheid, waar gaat het naartoe? Maar misschien komt er ook wel een moment waarop inderdaad je een splitsing krijgt tussen mensen die dan in bepaalde kringen zich bevinden omdat ze gevaccineerd zijn. En dat je een hele grote groep mensen die hun eigen evenementen gaan organiseren. Je weet het niet. Ik kan niet in de toekomst kijken of zo, nee. Hoor. Maar ja, wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen? Weet ik niet. Nee, kijk, wat mij betreft vind ik dat scenario prima. Alleen, dan moet je dan nog wel dat mogen doen, weet je wel. Ja, het is, ja. Ik ben het daar helemaal met je eens. Zolang je... Vrijheid is echt... Vrijheid is gewoon vrijheid, weet je. En het is de vrijheid om bepaalde dingen wel of niet te doen. Of om je ergens aan te houden of niet. Of whatever. Prima. Maar dat, ja, dat is... Ik denk gewoon ook dat er op een bepaald moment gewoon genoeg mensen gaan zijn die zeggen, het is genoeg, het is klaar. Ik wil hier geen eens een deel van uitmaken. En dat gaat allemaal nog blijken natuurlijk. Je kan niet in een gouden of een glazen bol kijken. Maar ik geloof wel dat dat een van de mogelijkheden is. Ja.
Ik heb gewoon bijna het gevoel dat het haast niet anders kan. En hoe meer we blijven focussen op van ja, maar zometeen mogen we niks meer. Ja, dan gaat het. Ik zeg niet van oh, dan gaat het ook gebeuren of zo. Maar het is niet echt hetgene waar ik me op wil focussen. Nee. En ik geloof niet dat het voor mij helpt om me daarop te focussen van shit. Want dat was mijn angst in het allerbegin. Ik weet het nog heel goed, waar ik ook met die vriendin over had gesproken. Ik zei tegen haar, wedden dat, helemaal in het begin, wedden dat ze dan op een gegeven moment met een vaccin komen en dat we dan allerlei shit niet meer mogen, omdat we het vaccin niet hebben. En dat leek toen nog heel ver weg. En dat is nu zo. En op een gegeven moment ga je inderdaad van mindset veranderen. Niet door het te accepteren of niet door te denken, ik ben hier oké mee. Wel door gewoon te blijven uitkomen en opkomen voor je eigen mening en je eigen rechten, maar ook weten van hoe harder ik ergens vecht tegen of harder ik ergens tegenaan schop, het brengt mezelf niet verder. Ik ben nog steeds zo vrij als dat ik zelf kan zijn. Een deel zit ook gewoon in je hoofd en een heel groot deel kunnen wij samen ook gewoon echt wel creëren met alle mensen die we al hebben weten te bereiken en alle mensen die wel het een bepaald soort vrijheid als een groot goed zien. En die op een gegeven moment toch er niet. En ik zou ook misschien wel denken dat op een gegeven moment, als het echt in mensen hun huis komt, en natuurlijk hebben we dat al vaak gezegd, want ja, als dit gebeurt, dan zullen mensen wel wakker worden. Of nou, als we nog maar met 3 mensen met kerst mogen zitten, dan zal het toch wel eens genoeg zijn. En het is alsof die lat steeds verder wordt gelegd. Mm-hmm. En nu zou ik misschien denken van, oh, maar misschien als ze daar met die prik staan, of als je echt daadwerkelijk ergens heen wil, en je had altijd gedacht van jezelf van, nou, ik val buiten die groep of ik ga dat niet moeten doen. Misschien bepaalde sectoren wel, maar ik niet. En dat je toch in die situatie komt dat er ook weer een grens is bereikt voor veel mensen. En dat dat dan ook weer voor gaat zorgen van, oh shit, het is misschien toch wel een hele grote groep mensen die we niet meer kunnen negeren, die geen vaccinatie willen of die niet willen meewerken aan al die toestanden of zo, weet je wel. Mm-hmm. Ik wil me eigenlijk daarop focussen en vooral van, hoe zal ik ermee omgaan? Dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Ja. Wat ik sowieso in heel 2020 een beetje heb ontdekt is, ik wil vrijheid, ik wil van alles en nog wat. Hoe vrij ben ik zelf? Ik was heel erg bezig met de buitenwereld, maar hoe vrij ben ik zelf? Wat durf ik? Hoe comfortabel ben ik in mijn eigen mening? Hoe comfortabel ben ik in alles wat ik geloof? En durf ik mijn mening te zeggen? Durf ik mijn grens aan te geven voor mezelf? Want dan pas, als ik dat onder de knie heb, kan ik in de wereld een stapje gaan zetten en misschien een verandering teweeg brengen. En ja, dat is dus hetgene waar ik me nu echt op aan het focussen ben. Ja, maar jij zegt dat je was angstig toen je met je vriendin erover had. Weet je, niet waarschijnlijk voor het virus, maar angstig voor, nou ja, de consequenties daarvan. En wat er allemaal op ons te wachten staat. En zij ervaarde waarschijnlijk ook een angst, maar dan een andere soort angst. Ja, om haar eigen liefde te verliezen aan precies, een virus, ja. Of zichzelf. En zo sta je natuurlijk allebei tegenover elkaar in een soort van negatieve angstenergie. Zo'n verhaal op te hangen. En het is heel moeilijk om iemand uit zijn angst te halen die je kan het beste zelf. Ja, maar hoe heb jij dat gedaan dan? Want nu sta je er heel anders in dan dat je er toen in stond. Ja, nou, door focussen op andere dingen. Focussen op mezelf. En mezelf beter leren kennen en betere keuzes leren maken in hoe ik met bepaalde zaken omga. Omdat ik merk ook dat je op een gegeven moment gewoon echt met hartkloppingen zit te spreken met iemand. Merk ik nu soms nog hoor. Dat je gewoon als je bepaalde dingen ziet die andere mensen niet zien. Of bepaalde dingen je echt aan het hart gaan en mensen geloven je niet. Dat ik hartkloppingen krijg. Ja? En ja. Maar uit opwinding of? Een combinatie van shit, ik ben hier mijn eigen waarheid aan het spreken, terwijl die heel erg haak staat op iemand anders zijn waarheid en ik moet daarin durven blijven staan. Dus dicht bij jezelf blijven, wat soms in sommige gevallen, als het er echt toe doet, lastig is. Mm-hmm. En ook omdat je weet dat het waar is, sommige dingen. Je voelt dat het waar is door de manier waarop je fysiek ook reageert op bepaalde zaken. Dus daar krijg ik dan hartkloppingen van. Omdat het me aangaat. Mm-hmm. Omdat er dingen boven water komen die ons allemaal aangaan. Maar waar het makkelijker voor is om weg te kijken. Wat ik zelf ook heel vaak tot op zekere hoogte misschien bewust of onbewust ook heb gedaan. En het vergt heel veel moed om bepaalde dingen onder ogen te komen. Zowel deze maatregelen die misschien nergens op slaan voor sommige mensen en voor anderen wel of niet, whatever. Maar het vergt moed om ernaar te kijken. En ik zeg niet van, oh, ik ben moedig of alle mensen die opstaan zijn heel moedig. Nee, dat is het niet. Het gaat er gewoon om dat er bepaalde
dingen boven water komen die altijd zo vertrouwd zijn geweest voor jou, of die nooit anders zijn geweest, waar je ineens over kan, mag of moet nadenken of moet bij stilstaan. En dat is gewoon lastig. Dat is gewoon confronterend. Want alles wat vertrouwd lijkt is misschien niet zo vertrouwd. Of zelfs alleen al de gedachte, spelen met de gedachte is voor sommige mensen te veel. Het hoeft niet eens waar of niet waar te zijn. Whatever de hoe noem je dat? De casus is, hè? Of de statement, het statement is. We zitten bijna in een state of mind waarin je bepaalde dingen zelfs niet meer mag bevragen. Omdat het nu eenmaal zo is. Of omdat het al jarenlang zo is. Of omdat we toch zoveel wetenschappelijk onderzoek hebben die bevestigt dat dit waarheid is. Maar waarom zou je het niet mogen bevragen? Weet je, dat alleen al. Waarom wekt dat al zoveel weerstand op? Mm-hmm. Dat zijn gewoon interessante dingen die nu voor mezelf en voor het collectief best wel naar boven komen. Ja, heb je daar antwoord op? Nou, ik denk dat het gedeeltelijk te maken heeft met jarenlange conditionering van generatie op generatie en een bepaald soort structuur waar je in zit. Mm-hmm. Dat zou kunnen betekenen dat wij worden geboren in iets wat heel normaal altijd is geweest voor ons. En dat het daarom, ja, verandering is eng. Dus ik denk dat het inderdaad te maken heeft met verandering. Dat eng is. Heb je het idee dat, want jij hebt dan op zo'n moment, voel je hartkloppingen omdat je, nou ja, uit een soort van intrinsieke motivatie denkt, dat je denkt van ja, maar dit is goed, weet je wel. Of denk ik in ieder geval het goed doen goed willen doen voor iemand anders. Maar die persoon met wie je het daarover hebt, die zit dan misschien juist heel erg in een angst. Iets waarin juist niet per se angst voor, maar meer angst voor wat jij vertelt, dat misschien wel de waarheid zou kunnen zijn. Ja, en dan, je begint dan ook wel meer en meer te merken dat mensen zich willen vasthouden aan bepaalde dingen. Ja, maar die dan. En ja, maar met wat dat dan. En het is weer die zekerheid waar iedereen naar op zoek is. Van, je wilt je ergens aan vast kunnen houden en dat is dan wat het is. En oké, je wilt veilig zijn en dan wil ik me daaraan vasthouden. Dan hoef ik niet na te denken over of dat misschien wel of niet zo zou zijn. Maar wat ik ook heel belangrijk vind om te zeggen is dat we zo wetenschap, zeg maar, zo zaligmakend is. Dat je eigen gevoel of je eigen geloofsovertuiging of je oerinstinct, noem het wat je het wil noemen, bijna altijd onder tafel wordt geveegd, omdat je een soort wetenschappelijk onderzoek onder je neus krijgt geduwd. Of dat ten eerste ook maar mensenwerk is en ten tweede constant in beweging is. Ik heb ook heel vaak het gevoel dat als je dus je eigen overtuiging of je eigen geloof wilt vertellen, dat je dan inderdaad ineens met feiten en allerlei papers moet komen om dat dan maar te overtuigen. Terwijl ik denk, maar wat nou als ik gewoon voel dat dit niet fijn is? Wat nou als, stel dat er nu ineens allerlei wetenschappelijk onderzoek uit de lucht komt vallen, wat die kans bestaat, dat mondkapjes wel werken. Ten eerste, zeer vreemd dat dat nu pas gebeurt, maar oké. Okay. Stel dat dat gebeurt, dan nog zou ik denken, jeetje, ik vind het bijna een belediging naar mijn creatie toe om een mondkapje te dragen, want ik heb zoiets van, ik stap naar buiten, ik heb de prachtige frisse lucht, ik heb gaten om door te ademen. Dat is mijn gegeven, dat is mijn geboorterecht. Ik voel dat ik wil ademen. Ik voel dat ik niet hier een kapje over wil zetten. Los van het feit wat welke dokter dan ook zegt, vind ik alsnog dat ik de keuze heb om dat wel of niet te doen. Maar dat wordt bijna als niet geldig gezien, omdat het maar een gevoel is. Het is maar een mening. Het is jouw gevoel. Jij doet er niet toe. Mm-hmm. Dat is een beetje ontstaan. En ik vind het dus belangrijk dat je, ja, mag terug leren voelen van, maar voelt dit goed voor mij? Mm-hmm. Of waarom draag ik het mondkapje? Is het op basis van een angstgevoel? Is het op basis omdat iemand anders daar anders iets van vindt? Of omdat ik de verantwoordelijkheid heb gekregen om voor ieder zijn anders zijn gezondheid in te staan? Wat is de reden waarom je het draagt? Mm-hmm. En durf je daar naar te kijken? Of kan je gewoon zeggen van, nou, ik voel me hier niet goed bij. Ik ben vrij, nog steeds. No matter what. Mm-hmm. No matter wat ons wordt verteld. Hoezo? Wij zijn volwassen mensen. Snap je? Mm-hmm. Dat soort dingen zijn best wel bijna een soort van, wow, wat zeg je nu? Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk gewoon best wel normaal is. Maar dus je zegt eigenlijk dat je de rationaliteit moet nu tegenwoordig altijd winnen van gevoel. En heb je niet het idee dat,
Want, nou, ik vind dat ook rationeel, ademen, dat dat lekker is. Mm. Ja, nou, het is niet alleen een gevoel, maar het is ook heel, het is heel logisch. En ja, ik denk ook mensen die wel graag een mondkapje willen dragen, of zich wel veiliger voelen bij een mondkapje dragen, of wel het gevoel hebben van nou, ik doe dat voor een ander, die dragen ook met veel meer gemak een mondkapje. Mm-hmm. En mensen die het er, ja, zich er niet prettig bij voelen, die worden heel erg getriggerd in al de dingen die ze niet fijn vinden. Ik krijg het echt paasbenauwd met zo'n mondkapje, want ik wil het gewoon niet. Maar komt dat ook niet voor uit een, denk ik dan, uit een soort van natuurlijke reactie op iets wat heel onnatuurlijk is? Ja. En maar omdat jij iemand bent die dicht bij je gevoel staat, is dat is jouw reactie, is dat gelijk. Maar als iemand, waar je net, en correct me if I'm wrong, maar iemand die eigenlijk gewoon gevoed is altijd met informatie en niet meer bij zichzelf staat en niet meer leert om vanuit zijn gevoel dingen te doen of vanuit zijn onderbuikgevoel. En dus altijd luistert naar de informatie die tot hem of haar komt via bepaalde dingen of het nieuws of wat het ook zou zijn, of wetenschappelijke onderzoek of whatever. En dus daarmee dat soort dingen altijd klakkeloos overneemt. En dan, ondanks dat het misschien zo slecht voor je is, je dat gevoel gewoon van je af kan zetten. Ja. Omdat je hebt gehoord dat het goed is, dus dan moet ik het maar doen. Terwijl eigenlijk je inner jij iets anders zegt. Nou ja, ik denk ten eerste, ik heel dicht bij mijn gevoel sta. Het is iets wat ik ook elke keer moet blijven leren en blijven aandacht aan schenken. Het is niet zo van, ik voel altijd wat goed. Hey. Ik bedoel, het is iets wat je moet leren, omdat het inderdaad iets is wat wij bijna zijn verleerd. Om dicht bij jezelf te blijven of om te leren vertrouwen op je eigen gevoel. En ik denk, toen ik over die mondkapjes zag gebeuren en zo, wist ik wel van, dit voelt echt niet fijn. Maar je gaat dan toch op zoek naar mensen die dat ook zo ervaren. Mm-hmm. Om toch een soort van klankbord te hebben. En er zijn ook heel grote groepen mensen die dat klankbord hebben, maar die in een andere echokamer zitten. Van ja, je moet het wel doen. En inderdaad, die verleren, die denken van, dan zal ik wel mijn gevoel voor het collectief even opzij zetten of zo. Dus in dat opzicht is het eigenlijk niet eerlijk om mensen het kwalijk te nemen of zo. Mm-hmm. Snap je? Ja. Ik denk ook niet dat, ik weet niet of kwalijk nemen het goede is, zeg maar. Ik denk dat het heel kwalijk is dat we verleerd zijn om naar ons als mens te kijken en naar je gevoel te luisteren. Ja, en ik denk ook, kijk, het is ook niet een kwestie van jij bent beter geïnformeerd dan ik. Je bent gewoon anders geïnformeerd. En dat is waar jij aan wilt vasthouden. Want anders krijg je heel snel weer dat wel eens niet is van, ik heb het goed en jij hebt het fout, weet je wel. Terwijl iedereen doet het vanuit een gevoel van, ik wil het juiste doen. Mm-hmm. Voor mezelf of voor de ander. Mm-hmm. Weet je wel. En ja, het is gewoon echt zo'n lastig... Ben je altijd iemand geweest die dicht bij zichzelf heeft gestaan? Nee. Hey? Nee, ik denk het niet. Nou, we toch in je ouderlijke huis zitten, dan ik ben echt wel benieuwd. Ja, want het vergt, zeg maar, het is helaas tegen de stroom in zwemmen nu, als je dicht bij jezelf staat. Dus het vergt wel wat van jezelf om daarbij te blijven staan. Want het is natuurlijk veel makkelijker om dat mondkapje gewoon te gaan dragen en het te gaan doen, zeg maar. Ja, ja. Want dan ben je eigenlijk van al het gezeik af. Ja, maar ik voel me hoe dan ook, zeg maar, slecht. Want ofwel, ik draag het omdat ik eventjes geen zin heb in die discussie, of omdat ik daadwerkelijk de winkel niet binnen mag en ik heb dat specifieke product nodig. Dan voel ik me eigenlijk even vervelend door me eraan toe te geven. Dan als ik vind het namelijk ook heel lastig om dus weer in gesprek te moeten gaan. Of om weer te moeten zeggen van, ik wil het liever niet dragen. Of ik val onder de uitzondering. Of ik heb een beperking. Of weet je, dat vind ik even moeilijk. Het is, mm-hmm. het is gewoon een struggle hoe dan ook. Mm-hmm. Of om erin mee te gaan, of om er niet in mee te gaan. Het is gewoon de hele tijd zoeken naar blijven staan. Ja. Maar om toch even terug te komen op de vraag. Sorry, ja. Ik was wel, volgens mij stond ik wel een beetje bekend als iedereen A zegt, zeg ik B. Dat wel. Ja. Maar dat is misschien gewoon een soort rebelskantje. Dat heeft, ik weet niet of dat te maken heeft met dicht bij jezelf staan of niet. Maar nou, ik ga je vertellen. Ik denk dat het daar heel veel mee te maken heeft. Hmm. Ik denk dat het daar heel veel mee te maken heeft. Want iedereen die ik, of nou niet iedereen, maar heel veel mensen die ik spreek, die inderdaad dicht bij hun gevoel staan en daarna durven te luisteren, en nu in deze situaties anders durven te denken of te zeggen dan het gros, zeg maar. Dat zijn bijna allemaal mensen die vroeger moeite hebben gehad met bepaalde systemen, dan wel anders al dachten of een beetje rebels waren of weet je wel. Ja, nou ja. Ik heb toch het idee dat als je die rebellie vroeger hebt meegemaakt, dat je dat al gewend bent en dat je nu sneller
voor jezelf durft te gaan staan. Want het is grappig, want je zegt het ook gelijk. Ja, toch een beetje rebels geweest. Dus het past wel weer in het plaatje. Ja, dat misschien wel, maar... voor mij persoonlijk is het ook wel iets geweest. Rebels zijn is één ding, maar je eigen grenzen aangeven of daar ook blijven... die ook blijven respecteren. Dat is iets, ja, dat kun je natuurlijk op veel vlakken hebben. Hè. Je komt in allerlei verschillende soorten relaties. Vrienden, werk, liefde, al dat soort dingen. Is het, dat is allemaal liefde natuurlijk. Maar is het iets wat je misschien hier en daar een beetje moet leren? De ene die krijgt dat meteen mee en de ander niet. Maar ik denk wel dat er altijd iets in mij is geweest dat een beetje tegendraads is. Of dan denk van, nou, ik wil niet per se altijd met de massa meegaan of zo. Of ik vind het misschien wel fijn om gewoon mijn eigen plan te trekken. En zonder dat je daarmee mensen pijn doet of zo, of dit of dat. Maar wel zo van, nou, ik wil niet hetzelfde. Ik vond het vroeger al verschrikkelijk als iemand dezelfde kleren als ik wilde aandoen. Nou, dan moet je in K3, dan moet je de hele tijd dezelfde kleren aan. Maar dan wilde ik altijd eventjes iets anders houden. Een hoedje. Nou, ik wil een hoedje. Oké, dan weet je wel. Ja, heb je dat in die tijd echt doorgetrokken ook? Dat je dan toch klein iets... Omdat uiteindelijk... Een klein rebelletje toch wel. Ja, misschien wel. Maar op een gegeven moment gingen we Hallo K3 doen. Dat is een soort sitcom, fictiereeks. Ja. En daarin was iedereen echt zijn eigen persoontje, zijn eigen karakter. Dat ben je natuurlijk in de groep ook wel. Maar als je optreedt, heb je een soort van uniform. Mm-hmm. En in de serie had je echt je eigen typetje. En toen kwam ik echt helemaal, dacht ik, oh, nu kunnen we los. En ik kon het ook heel goed vinden met die stylist. En die kon mij ook alles aansmeren. Ik deed de mafste dingen aan. In het begin was er altijd fronsen op de set. En op een gegeven moment was het, oké, dat is Josje. Ja. Die draagt de gekke hoedjes. En die draagt de gekke outfits. Of de gekke, maar gewoon de wat gewaagder. En dat is dan op een gegeven moment wel meer doorgetrokken in ook de outfits voor de optredens, zeg maar, weet je wel. En dat iedereen had zo zijn eigen stijl meer. Mm-hmm. En dan vond ik dat wel veel fijner. Omdat ik dan zoiets had van, oké, nu ben ik mijn eigen persoon. En jullie ook. Maar we zijn wel één geheel, weet je wel. Dat vond ik wel belangrijk, ja. Ja, maar het is wel grappig, ja. Want waar zou dat dan vandaan komen dat je inderdaad... Ja, het is wat ik net zeg. Het is herkenbaar. Heel veel mensen die ik spreek, die hebben inderdaad door soortgelijke verhalen toch. En hoe zou dat dan toch komen dat dan... Dat je inderdaad vanuit je natuur, want dat doe je natuurlijk ook niet. Ik bedoel, daar de makkelijkste weg daar ook weer in is gewoon conformeren en doen wat de klas of wat voor een community je ook zit. Eigenlijk om daar binnen te passen. Maar dan, wat zou dat dan zijn in je natuur inderdaad, dat je dan toch iets anders wilt doen? Dat je dat is karakter, hè? Dat is karakter. Dat is karakter. Nee, ja, ik weet het niet. Ja, dat is gewoon... eigenwijs zijn misschien. Ja, heb je dat op school ook gemerkt? Ik vond school echt niet leuk. Nee? Ik was elke dag nog blij dat ik van school af was. Op school was ik... Dat was niet mijn ding. Nee. Ik was daar gewoon niet klaar voor. Nee. Het paste niet bij mij. Ik wilde niet. Ik vond het niet leuk. Ik deed mijn best niet. Er werd ook niet naar mij omgekeken. Want het was als het te laat was en ze zeiden... Je moet of blijven zitten of een niveau zakken. Ja, dan kon ik al geen examens meer doen om me nog op te krikken, weet je wel. Dus het werd ook altijd te laat gemeld. Het is alsof ik toen die verantwoordelijkheid niet aan kon of wilde of whatever. Van het moeten en dingen die me niet interesseren moest ik dan leren, weet je wel. Dingen waar je geen hol aan hebt in de rest van je leven. Mm-hmm. Ik was met andere dingen, de hormonen gierden door je lijf. Dus ik wilde het niet. Ik heb echt wat dat betreft van mijn middelbare school redelijke, een potje gemaakt, zou je wel kunnen zeggen. Want ik had het misschien beter kunnen doen, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb gewoon niet mijn best gedaan. Ik wou het niet. Heel herkenbaar. Maar denk je dat het aan jou ligt? Of heb je meer het idee dat het aan het systeem ligt? Nou, ik denk dat het een combinatie van twee dingen is. En dat kan al heel vroeg beginnen. Hè? Dat kan al beginnen met kinderen te vroeg leren lezen, terwijl ze er nog niet klaar voor zijn. Maar gewoon omdat je in groep, weet ik veel, vijf, welke groep leer je lezen? Zit van, je bent nu 6 jaar, nu moet je lezen. Maar sommige kinderen zijn er helemaal nog niet klaar voor. En die worden dan een soort van ergens ingeduwd, terwijl ze nog geen interesse daarvoor hebben, die absoluut wel gaat komen, maar nog niet daar is. En dan heb je het eigenlijk al min of meer verpest. Mm-hmm. Want dan heb je ze dus geforceerd om iets te doen. En dan is heel die school gewoon, heel het idee van school is dan volgens mij best wel naar de knoppen. Mm-hmm. Denk ik, hè? Maar ik weet niet of dat echt waar is. Maar ik geloof dat het schoolsysteem een soort one size fits all is. En ik ben al lang van school af en scholen zijn nu ook veranderd. En je hebt steeds meer stromingen. Ik spreek ook heel veel vrije schoolachtige docenten die echt hun best doen om individueel ook aandacht te schenken. Maar ja,
ze kunnen ook niet altijd alles doen. Hè? Want er zijn allerlei protocollen en curriculums die ze moeten hebben voldaan aan het einde van het jaar. Al weet ik het wat allemaal. Dus je wordt gek als docent met veel te veel leerlingen. Maar om maar te zeggen van, ik denk dat het een combinatie is van het niet individueel kunnen altijd begeleiden op hun eigen tempo van de kinderen. Niet op alle scholen toch. En misschien ook een deel karakter. Ja. Mm-hmm. Ja, ik heb namelijk echt het idee dat je vanaf en dit is, ik zeg nu alsof ik dit al jaren dit idee heb en alsof ik dit allemaal al weet. Alleen dit is echt iets, zeg maar, reflecteren ben ik eigenlijk pas in de afgelopen maanden echt gaan doen. Mm-hmm. Tot die tijd leefde ik gewoon doorpushen, alles naar voren, doorknallen, druk, werk, weet je wel. Nou ja, je dacht er niet eens over na eigenlijk. En echt, ik ben pas echt tot reflectie en zelfreflectie in de afgelopen maanden gekomen. En toen ben ik inderdaad eigenlijk ook veel gaan nadenken over hoe ben ik nou zelf. Hoe is mijn eigen leven tot nu toe geweest, weet je wel. En waar, hoe ervaar ik dat? En ik herken heel veel van wat je zegt over die school, over dat schoolsysteem en zo. En over niet willen leren, er niet toe kunnen zetten of wat het dan ook is. En ik begin steeds meer zo terug te kijken. En dan niet alleen maar de middelbare school, maar ook je vervolgopleiding is. Je wordt allemaal soort van in kaders geduwd, waarin je eigenlijk allemaal al klaargemaakt wordt om hetzelfde te zijn. Ja. En misschien is het heel erg overdreven of zo, of voel ik dat, ervaar ik dat heel erg zo. Maar dit is wel het gevoel dat ik heb gekregen, is dat je, oké, dit zijn normen en waarden, dit zijn de kaders, en daarbinnen moet je passen. En als je daar niet binnen past, pech, ja. Gaan we iets anders doen. Ja, en dat is misschien vooral wat wij hebben ervaren. Twee van mijn schoonzussen zijn allebei juffrouw op een basisschool en eentje daarvan op de vrije school. En daarin merk ik wel dat die kinderen terug leren voelen. Mm. En mogen spelen en mogen creatief zijn en alles op hun eigen tempo mogen doen. En dat is misschien iets wat bij ons een beetje door onze neus is geboord. Van nou, dat doet er even niet toe. Je moet vooral die toets halen. En dat moeten zij nu ook nog wel natuurlijk. Maar ja, ik denk dat de nieuwe generatie kinderen wel meer weer terug leert om andere waarden te hebben. Dan, ja, misschien dat het, ik voel wel dat het systeem langzaam maar zeker op veel plaatsen aan het omvormen is. Ja. Er komen steeds nieuwe scholen. Nu ook weer in Utrecht, de Now School heet dat. En dat is echt heel, heel erg mooi. Het gaat echt met de natuur mee, met de kinderen mee. Je moet maar eens bekijken, kan niet goed uitleggen. Maar weet je, dat zijn allemaal nieuwe systemen waar heel veel mensen naar smachten. Mm-hmm. Ouders die het anders willen doen. Ouders die voelen van oké, ik ben mijn ouders dankbaar voor wat ik heb gekregen, maar ik zou het toch op mijn manier liever zo en zo en zo willen doen. En we zijn het aan het creëren voor ons. En of voor onze kinderen dan, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus in dat opzicht is dat ook iets wat weer. En ja, dat komt dus ter. Dat komt tot stand door te reflecteren inderdaad. En door inderdaad stil te staan bij van oké, wat heb ik meegemaakt? Wat heeft het me opgebracht? En waar loop ik tegenaan? En hoe zou ik dat anders willen? En ook dan voor je kinderen dus. Ja, en ik dat betekent dus eigenlijk wel dat die trend eigenlijk al is ingezet voor maart. Want ik maak dat niet echt mee. Ik heb natuurlijk ook geen kinderen of zo. Alleen, dan is er dus al behoefte geweest voor maart. En dan zou maart eigenlijk vanaf maart een soort van als katalysator gaan gelden. Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel zo zien. Het was al een tijdje, is het al aan de gang. En ik denk dat dit het alleen nog maar meer naar de oppervlakte brengt. Mm-hmm. Door alle restricties krijg je nood aan nieuwe systemen. En merk je pas hoe je ziet dat bepaalde dingen niet meer werken en hoe je ze anders zou willen zien. Mm-hmm. Dus en thuisonderwijs is ook echt een gigantische opmars aan het komen. Hè? Ja. Wordt ook helemaal niet meer. Ja, nou ja, ik zit er iets meer in omdat ik dus inderdaad een kindje heb die op een gegeven moment naar school moet. En, hoe ga je dat aanpakken? Nou, eerst terug naar Nederland verhuizen, want in België moeten ze al op 2,5 naar school. Oh, is echt zo, ja? Ja, dat gaat niet. Hoe we dat gaan doen, dat weet ik nog niet precies hoor, maar daar vinden we wel een mooie passende school voor, dat weet ik zeker. Mm-hmm. Maar omdat ik dus meer in contact sta met moeders en ook tijdens mijn zwangerschap heb ik dat boek geschreven, waardoor je dus meer, je gaat gewoon meer zoeken. Eerst is het alleen met betrekking tot je zwangerschap, dan je bevalling, dan als hij net geboren is en dan gaat het verder. En dan daardoor ben ik er iets meer in geïnteresseerd dan voorheen. Vertel eens over je boek. Ja, ik heb dat boek geschreven aan het einde van mijn zwangerschap, maar eigenlijk vooral net nadat dat hij geboren was. Omdat ik merkte dat je tijdens je zwangerschap snel in een soort medisch parcours wordt gezet, alsof je een soort patiënt bent.
En dat je eigenlijk heel veel opties hebt als vrouw, maar dat die niet altijd door elke zorgverlener wordt gepresenteerd. Omdat het bijna een soort business is om vrouwen in het ziekenhuis zo snel mogelijk... Nou, dit is een hele straffe uitspraak. Ik wil zeker niet mensen tegen de borst stoten, hoor. Maar je merkt wel dat iedereen... Ook in de ziekenhuizen merk je dat vroedvrouwen tegen de klok aan moeten werken. Of ze nou achterstaan of niet. Het is wel zo. En die moeten van de ene kamer naar de andere kamer. En baby's moeten gewoon binnen een bepaalde tijd toch wel het liefst eventjes geboren worden. Mm-hmm. En veel vrouwen zijn ook een beetje angstig geworden om te bevallen. En wat ik ook zei, dat was nog voordat we aan het opnemen waren, dat je alles kan testen. Dus dat je ook veel meer in die onzekerheid raakt van, hoe kan ik het wel? Gaat het wel lukken? Oei, mijn kindje weegt niet genoeg of dit of dat. Maar dat zijn allemaal maar, je kan het nooit weten. Want in die buik zit het best wel verstopt. Je kan wel bepaalde dingen meten, maar... Heeft het zin? Weet je wel, in ieder geval, mijn boek heb ik geschreven om gewoon heel duidelijk en zonder iets op te dringen, maar gewoon te zeggen van, kijk vrouwen, dames, ouders, toekomstige vaders en moeders, dit zijn je opties. En het kan, het mag. En jij mag kiezen. Want alles wat een dokter tegen je zegt, is uiteindelijk maar advies. Mm-hmm. En je hebt nog steeds, en dat is nu, dat komt natuurlijk heel erg naar boven nu, van die autonomie van je eigen lijf. Mag ik nog zelf kiezen wat ik wil met mijn lichaam, ja of nee? En dat ineens, ja... Vond ik dat tijdens mijn zwangerschap kwam dat heel sterk naar boven. Omdat ik gewoon een idee had van ik wil het zo en zo en zo. Maar dan moet ik wel even zoeken naar de juiste mensen die me daarin kunnen begeleiden. Mm-hmm. En zo is er een hele wereld voor mij open gegaan met allerlei opties. En daar heb ik mijn boek over geschreven. En dat is wel geslaagd, al zeg ik het zelf. Ja, nou, dat mag je best wel zeggen van jezelf, toch? Ja. Daar ben ik wel blij mee, ja. En er zijn ook heel veel... Er komen ook steeds, een vriendin van mij is nu ook doula geworden. Dat is je weet misschien niet wat dat is. Ik heb geen idee. Doula is eigenlijk de letterlijke vertaling van doula is dienende vrouw. Mm. Waar vroeger je moeder of je zus of weet ik veel aan het kraambed stond om je er doorheen te loodsen. Heb je nu een doula die jou kan bijstaan op emotioneel, mentaal vlak. Het is geen medische, ze is niet medisch geschoold. Maar ze is wel bijna een soort coach of zo. Gewoon één iemand waar je op kan terugvallen. Één iemand die jouw geboorte wensen. Dus eigenlijk de dingen die je graag zou willen zien gebeuren. In het oog houdt en met de zorgverleners in contact staat, ook met je partner. Weet je wel, een soort al vliegende kiep eigenlijk tijdens de bevalling. Dus dat is wel mooi. Die komen ook steeds meer naar voren. En wat wil ik nou net nog zeggen? Denk even na, want ik heb namelijk nog wel een prangende vraag waar we overheen zijn gefietst. Want wat vind je nou, je zegt tijdens je zwangerschap kan je zoveel meten al en zoveel weten eigenlijk al over, denken te weten over je toekomstige kind. Mm-hmm. Maar wat vind je er eigenlijk van dat we zo ver ons bemoeien met allemaal dat soort zaken? Nou, dat is dus een hele lastige ethische kwestie van in hoeverre inderdaad die NIP-test bijvoorbeeld, dat is een test die je kan doen op 12 weken denk ik, waarin je ten eerste het geslacht zou kunnen zien. Aan de hand van een bepaald soort hormoon wat in je bloed te vinden is. Maar je kan daarin ook zien of je kindje uitzonderlijke aandoeningen heeft. Dat zijn volgens mij 3 dingen waar ze op ze testen, waaronder het syndroom van Down. Mm-hmm. En dan toch met het idee van oké, dan weet je ofwel waar je aan begint, of je kan nog de keuze maken om het niet door te laten gaan. En dat is echt een... ik vind niet... persoonlijk dat heel hard genormaliseerd hoeft te worden. Dat je dus kan kiezen wat er... dat je het eigenlijk begint te selecteren. Mm-hmm. Wat er wel en niet op deze aarde komt. Terwijl eigenlijk de zwangerschap op zich is al een gegeven dat er dus iets aan zit te komen. Mm-hmm. En eigenlijk zou je kunnen zeggen van... wees voorzichtig met dat soort testen en de maakbaarheid van het leven op aarde. Want... er zijn dingen waar wij als mensen gewoon misschien wel vanaf moeten blijven. Of misschien wel toch heel voorzichtig mee om moeten springen. Mm-hmm. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat op het moment dat je die test doet... Kijk, op het moment dat die mogelijkheid tot die testen is... kan ik me ergens voorstellen dat je hem wilt doen. En ik kan me ook het enorme dilemma voorstellen... Ja. Als je erachter komt dat je daadwerkelijk een kind in je hebt zitten met het syndroom van Down bijvoorbeeld. Tuurlijk dat. Dat is ook een hele lastige. Maar het ding is... en dat is ook met het geslacht weten of weet ik veel wat. Oké, dat is wel een heel, niet zo significant als dat andere misschien. Maar je stelt je er heel erg op in. Mm-hmm. Terwijl een bevalling, als die op een
zo natuurlijk mogelijke manier mag plaatsvinden. En dat gaat allemaal. Thank God voor medische begeleiding als het nodig is. Laten we dat als disclaimer wel erbij zeggen. Maar als je het op een natuurlijke manier... Er gaat een soort transformatie plaatsvinden van de vrouw naar moeder. Er gaat een oerinstinct naar boven komen dat... Wat er ook uitkomt, bij wijze van spreken, het is jouw kind en je houdt ervan en je gaat ervoor zorgen. Die band die ontstaat al als het in je buik zit. Maar er is geen weg meer terug eens dat de baby is geboren. Mm-hmm. En dan is het wat het is. Ja, ik... Oh, sorry. Het is misschien, je zou het kunnen zeggen, dat is een straffe uitspraak, maar... Ergens zit er wat mij betreft een kern van waarheid in. Omdat je dan niet kan overdenken van... Oh, we stoppen hem weer terug. Of oh nee, deze hoef ik niet. Of oh, weet je wel, het is gewoon... Alleen wat ik lastig daaraan vind... is dat je zeg maar sommige kinderen die nu geboren worden... die echt zeg maar... Nou ja, gewoon bijna bot gezegd kasplantjes zijn. Ja. Die houden we ook maar in leven. Terwijl eigenlijk normaal gesproken in de natuur... Mm-hmm. Zou het nooit overleefd hebben. Dus je bemoeit je wel. Dat is waar ik het ethische... Want ik vind dat mm-hmm. we daar goed over na moeten denken. Maar ik vind de ethiek daarin zo moeilijk. Tuurlijk. Omdat waar bemoei je wel en waar bemoei je niet? Ja, zeker. En het is met het niet door laten gaan... kan even traumatisch zijn als het bijvoorbeeld wel doorlaat... of even impactvol, laat ik het zo zeggen... niet het woord traumatisch, impactvol zijn... als het wel door laten gaan. En volgens mij, ik weet niet of het klopt... maar 1 op de 3 zwangerschappen gaat sowieso niet door... Dus dat is al een natuurlijke selectie. Gewoon uit zichzelf, hè? Mm. Dus, ja. En inderdaad, het zijn ethische kwesties van kinderen die op een bepaalde manier worden geboren... Waardoor hun levenskwaliteit zou kunnen... Ja, maar dat is ook iets wat je er zelf aan geeft natuurlijk, hè? Ik vind het heel lastig. Ik vind het heel straf onderwerp trouwens. Ja, dit is een heel diep onderwerp, maar wel interessant. Ja, ik heb daar geen absoluut antwoord in of zo, omdat het gewoon heel lastig is. Het is alleen wel dat ik denk van, nou ja, je moet oplettend blijven in waar, in hoever je gaat met alle testen. Omdat er zijn dingen die je niet kan beslissen voor de natuur en voor jezelf. En de impact die het gaat hebben op jouw leven. Nee. Dus ja. Ik heb het idee dat veel van dit soort onderwerpen mogen we eigenlijk niet bespreken. Mm-hmm. En, want kijk, we mengen ons zo erg met de natuur. Mm-hmm. En dat wordt natuurlijk steeds meer en steeds meer. En als je sommige agenda's erop naleest, dan gaan we echt... Kijk... Uiteindelijk, het is realistisch om te denken dat met de technische, weet je, onze techniek en onze nou ja, alles eromheen, weet je al, internet en whatever en hoever dat gaat. Er gaat natuurlijk een moment komen dat zich allemaal gaat vermengen met het mens zijn. Dat is denk ik inevitable. Alleen, het wat mij tot op de borst stuit, is dat we het daar niet over kunnen hebben met z'n allen. Terwijl ik denk, dit zijn toch juist de onderwerpen anno 22 waar we over moeten praten. Van tot hoever wil je mengingen hebben met machine, met techniek en alles wat erachter zit, met het mens zijn. Mm-hmm. En we stoppen het nu een beetje weg, heb ik het idee. Van het bestaat niet en we laten het maar doorkabbelen en we zien het wel. Ja. Nou, ik denk omdat er heel veel stigma op plakt ook. En ook omdat er mensen gewoon daar in hele lastige situaties daadwerkelijk hebben gezeten. Dat het met pijn en verdriet ook samen kan gaan. Dat het daarom zo moeilijk is om erover te praten. Omdat je niet voor iemand anders dat kan invullen of zo. Mm-hmm. Maar het is Ja, ik denk dat er... Oh. Ik denk dat er wel meer mogelijk is dan dat wij al weten. Dat er al wel veel meer dingen gebeuren dan wat wij al weten mm-hmm. op dat vlak. En dat het alles te maken heeft met hoe bepaalde zaken worden ingezet. Mm-hmm. Of het voor het goed of voor het kwaad is. Mm-hmm. Of het voor macht is of voor het beter van de mensen. En dat is met alles zo. Maar ik denk dat er heel veel gebeurt wat wij nog niet weten. Maar kunnen we dat gesprek niet pas echt voeren op het moment dat... Dat iedereen ook daadwerkelijk weer een beetje terug bij zichzelf is. Mm-hmm. En weer. Snap je wat ik bedoel? Want ik vind het nu soms moeilijk om met sommige mensen erover te praten. Want die zo meegaan met alles. En dan weet je, dan denk ik van ja, is dit eigenlijk wel jouw eigen mening? Weet je wel? Ja. Ervaar je dit wel echt zo? Ja.
Maar dan is het heel lastig om zo'n gesprek te voeren. Zou dan niet eerst iedereen weer terug naar zichzelf moeten voordat we echt dit soort onderwerpen kunnen gaan aansnijden? Ja, zeker. En ik denk dat dat voor beide kanten geldt. Ook in het, zeg maar, de tegeningaan van bepaalde maatregelen. Van voel ik dit echt zo? Of wil ik echt in de aanval gaan? Of wil ik echt jou daarop aanspreken? Of is het je eigen verantwoordelijkheid? En dat is weer terug inderdaad naar jezelf gaan. Dus het is een bepaald soort niveau wat we moeten zien te bereiken met z'n allen op collectief vlak. Mm-hmm. Om het inderdaad daarover te kunnen hebben. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Ja. Dat boek, is dat een onderdeel geweest van je boek toen je dat zo schreef? Zeg maar, want je had het natuurlijk over die testen. Maar is dat iets wat het in je hoofd speelde ook? Dat die menging daarvan? Of dat, ja, ik ja heb, hoe ver wil je gaan ermee? Nee, ik heb bepaalde onderwerpen gelaten voor wat ze zijn. Sorry. Omdat ik voor mezelf wilde oppassen dat ik inderdaad niet de indruk zou geven dat ik iemand zou zeggen wat hij zou moeten doen. Of dat ik mijn mening te veel zou opdringen. Dus ik heb het geprobeerd zo objectief mogelijk te houden. Ik heb een kriebel. Nee, maar rustig slokje water. En daardoor ben ik ook wel voorzichtiger geweest. En ik moet zeggen dat boek, dat ik nu ook alweer andere inzichten heb. Niet zozeer over inhoudelijk, maar wel op... Want de opties blijven nog steeds hetzelfde en nog steeds heel belangrijk. Maar ik heb over bepaalde zaken... ik zou er zo wel dingen kunnen aan toevoegen nu bijvoorbeeld of zo. Weet je, want dat is natuurlijk altijd zo. Dus je bent wel... Eigenlijk is het tijdens mijn zwangerschap in gang gezet om te reflecteren over dingen. Of om over na te denken over dingen. Mm-hmm. En zijn we nu 2 jaar later. En ja, zitten we midden in die coronacrisis die ook al wel veel vraagtekens laat rijzen. Dus het is eigenlijk daar begonnen. Mm-hmm. En toen zag ik ook heel veel dingen nog niet voor wat ze waren of zijn. Of zag ik ze anders. Of ja, je bent gewoon bijna elke dag... In deze periode, serieus, 2020, het is gewoon alsof je per seconde gewoon je gedachten moet bijstellen. Ja. Het is echt, het gaat zo snel. Ja. En daarom is het zo belangrijk inderdaad om te zeggen van ga ik nu met jou mee? Of is dit wat ik vind? Mm. Is dit gebaseerd op welk gevoel baseer ik mijn keuzes, weet je wel? Het is zo belangrijk om daarbij stil te staan. We zouden eigenlijk een soort reset nodig hebben van gewoon alles wat wij denken te weten over bepaalde onderwerpen. En dat is even dus opnieuw gaan bekijken. Alles, maar echt alles. Ja, gewoon. Gewoon van elk boek dat is geschreven, alles wat je leert op school. Let's flip it gewoon. Want het is gewoon zelf. Niks is wat het lijkt gewoon. En dit alles wat ik... Ik ben zelf ook helemaal geflipt in dingen waarvan ik dacht van nou... Nooit gedacht dat ik er zo over zou denken. Ja. Nooit gedacht dat ik hardop dit zou durven zeggen. Of zo, weet je wel. Dus het is echt... Bevraag alles. Why not? Je kan... Ja. Vragen kan geen kwaad. Ze zeggen toch altijd stomme vragen bestaan niet. Of nu ineens wel. Ja. Ja, nee, ja, echt zo. Ja. Je komt echt op bepaalde dingen achter. En denk van, wat? Ja. Nee. Ja, en je wordt... Ik heb het bij mezelf ook wel gemerkt. Dat je soms wordt gekaapt door andere gedachten. Of door andere opvattingen. Of... groeperingen, stromingen, overtuigingen. Ik heb het bij mezelf ook wel gemerkt. Ik zal iets heel gênants vertellen. Ik heb ruzie gehad met mijn vriend over een potje Nutella, omdat daar palmolie in zat en ik vond het echt niet kunnen. Ik was toen helemaal in die trip van, yo, we moeten de wereld redden. Het kan echt niet. Waarom koop je die shit nog, weet je wel? En hij was lekker aan het genieten van zijn, ja, het is gewoon... Hij dacht, joh, laat maar mijn rust. Ik ben gewoon... Ik ben een boterham aan het eten. En dat is ook zo, weet je. Maar ik zat er gewoon... Dan ben je toch een beetje... Word je een beetje overspoeld door een bepaald soort idealisme. Mm-hmm. En je moet oppassen dat je vooral dicht bij jezelf blijft. En dat je anderen niet iets kan opdringen. Nee. En dat wist ik natuurlijk ergens toen ook wel, hoor. En ja, de potje Nutella, we hebben er nu wel lol om. Maar, of potje smeerbare pasta. Maar chocoladepasta. Chocoladepasta. Ja, dus dat was chocoladepasta. Maar ja, je kan er ook wel om lachen of zo. Maar ik weet van mezelf dat ik soms wel echt heel erg... Ja, me daarover kon opwinden. Dat ik in mijn eentje de wereld wilde gaan lopen redden. Mm. Bijna ten koste van mezelf. Ja. En dat is wat ik bedoel van als je de wereld vrij wil maken... of als je de wereld wil redden, moet je eerst jezelf redden. Dat klinkt super cliché, maar ik ben er wel achter gekomen... dat daar een kern van waarheid in zit. Want jij was vegan ook in die tijd. Ja, ik was van de ene op de andere dag
keihard vegan. Ik dacht eerst, ik ga eerst proberen vegetariër te zijn. Nou, een paar docu's gekeken, die gingen helemaal in mijn hoofd zitten. En ik was helemaal overtuigd. En ik dacht, nou, nu ben ik vegan. En niet dat er iets mis is met vegan zijn. Of dat het niet een gezonde keuze zou kunnen zijn of zo. Maar het is niet voor iedereen. Mm-hmm. En je moet kijken bij jezelf van, is dit mijn overtuiging? Is dit de manier waarop ik een steentje wil bijdragen? Is dit goed voor mij? Want ik skipte gewoon van de een op de andere dag mijn halve voedsel. Mm-hmm. En ik werd heel mager en heel moe. En er zijn sommige lichamen die er heel goed op gaan. Maar ik was ook niet goed aan het compenseren. Dus ik was ook niet een vervanger aan het nemen voor alle proteïne die ik daardoor misliep. Dus dat was ook niet zo handig van mij of zo. Maar ik was gewoon, ja. Nu heb ik veel meer die balans gevonden daarin. En denk ik van, nou, ik maak keuze voor mezelf die voor mij goed voelen. Ik hoef niet voor iedereen te denken. Ik hoef niet de wereld in mijn eentje te redden. Mag ik mijn steentje breien dragen? Ja. Mm-hmm. Maar het is allemaal, gaat het om balans. Mm-hmm. Wat voor iedereen... Even tussendoor voor de mensen thuis. Maar als ik ga soms op en neer zitten. En dan denk ik, wat gebeurt er allemaal? Mijn stoel kraakt in. Heb je al een beetje een houten kont? Mijn kont niet. Nee. Ik ga wel goed. Alleen ik probeer zo min mogelijk te verschuiven. Omdat die stoel zo kraakt. Maar dan weet dat ook gelijk voor de Spotify luisteraars. Dus we zitten in een knus woonkamertje. Een hele oude stoel. Oude stoelen die een beetje kraken hier. Hier en daar. Maar want jij, ik vond wel dat je iets treffends zegt. Dat je had het gevoel dat je... dat jou, ik weet niet meer precies hoe je het zei, maar dat jij bepaalde idealen soort van opgedrongen kreeg. Of dat het misschien niet helemaal vanuit jezelf kwam, die idealen. Ja, nou ja, dat je dus... Dat veganisme en klimaat, ik vul er nu zelf gelijk klimaat aan, dat is flauw hoor. Maar ik weet niet of dat... Natuurlijk wilde ik ook wel de wereld redden, of dacht ik ook wel de wereld te redden door geen vlees te eten en daarmee dus het klimaat te redden. Zoiets, dat was een beetje de gedachtegang. Mm-hmm. En... ik bedoelde te zeggen dat je soms gekaapt kan worden door andermans ideologie. Mm-hmm. En met de beste intenties, want ik deed dat ook met de beste intenties. En er zijn mensen die dat ook met de beste intenties doen. En dat is ook prima als je dat met de beste intenties doet. Je moet alleen voor jezelf nagaan. Is dit wat ik echt wil? Is dit hoe ik mijn verandering zie teweeg komen? Of laat ik me nu meeslepen door iets wat eigenlijk... En ook met dat soort dingen is het ook zo dat er een hele grote groep is die dat vanuit een intentie doet die goed is. Maar er zijn ook heel veel grote bewegingen en grote organisaties die daar gewoon eigenlijk misbruik van maken. Of dat gewoon inzetten met een hele andere agenda of zo. Dus ja, daar moet je dan ook naar kijken. Kijk, ik heb niks tegen veganisten of veganisme op zich. Mm-hmm. Maar ik merkte dat het voor mezelf een beetje je niet meer echt klopte om het zo rigoureus te doen. Mm-hmm. En het was niet goed voor mijn lichaam. Nee. En ik verloor mezelf erin, zeg maar. Mm-hmm. En dat is niet zo fijn. Nee, maar heb je het toen... Want het klinkt bijna als een soort van activisme of zo daarin dan. Nou, dat wordt gewoon een beetje aangewakkerd. Ik hou niet van onrecht. En ik vind dierenleed ook verschrikkelijk. Mm-hmm. Dus in dat opzicht vind ik het ook niet super fijn om vlees te eten. En wil ik gewoon alleen vlees eten van... Nou ja, dat het biologisch is of dat ik naar die boerderij kan gaan en zien of dit of dat. Nou, dat is er tot nu toe niet van gekomen omdat dat gigantische pakketten zijn. Alleszins, zijbochtje. Ja, je wilt een beetje bewust eten, zeg maar. Mm-hmm. En ik kwam er ook... Ja, ik eet liever extra groente of een groenteburger dan dat ik al die... Ik vind... Nou, nee, dit ga ik niet zeggen. Nee. Nee, ben je jezelf aan het censureren? Ik ben mezelf even aan het censureren. Ik kan ook echt totaal niet denken wat je nou eigenlijk wel wilde zeggen. Dus nee, nou, dat is des te beter. Onderwerp nee, nou, ik laat ik het zo zeggen van... Keyword voor mij was balans en gewoon gezond en logisch nadenken. Van oké, maar wat wil ik mijn lichaam geven? En wat denk ik, wat is goed voor mijn lichaam? En het moet gewoon vers en eerlijk en puur zijn. Zonder te veel toevoegingen van het een of het ander. Ja. Dus maar hoe kwam ik daarbij? Dat ik een activist was. Ja, nou ja, precies. Ja, want jij zegt, soms word je gekaapt daarin. Ik krijg het idee dat je dat ook een beetje had met dat extreme veganisme wat je toen nastreefde. Ja, nou, nu klinkt het misschien wel iets extremer dan dat het was of zo, hoor. Want ik heb niet het gevoel dat ik... Ik zou niet voor een slachthuis gaan staan of zo met een dingetje. Alhoewel ik dat wel echt, ja... Bijna had gewoon. Nou, ik vind het ongezonde praktijk om zoveel beesten op zo'n kleine ruimte. En waarom moet je als boer zoveel beesten hebben in één schuur, weet je wel? That doesn't make sense at all. Maar, nee. Dus er gaat uiteindelijk, als je iets doet vanuit een bepaald idealisme, borrelt er toch een soort
activistje in je op. Want anders zou je het überhaupt niet overwegen om dat te doen. Dus je wilt het wel vanuit een soort van, nou, ik wil iets bijdragen en het zou fijn zijn als ik anderen kan inspireren om dat ook te doen. Mm-hmm. Dus ik heb het altijd wel gezien als een soort inspiratie geven van wat ik denk dat goed is, ook nu en altijd. Maar niet om in de overtuigingsmodus te gaan of mensen af te keuren die daar niet in meegaan of zo. Dat is gewoon, ik weet niet. Het hoeft ook niet zo te zijn dat als je een activist bent, dat je dan ergens tegen ingaat of zo. Maar het is niet dat ik er mijn levenswerk van heb gemaakt of zo. Nee, maar je voelde je wel gekaapt daarin. Nou, het zou kunnen dat daar een deeltje gekaapt van is geweest. Omdat je gewoon... Nou, want het is, laat ik het zo zeggen dan, want ik vind het wel opmerkelijk. Want ik eet ook geen vlees. En ik vind het ook, ik vind het belachelijk dat we wat 2 miljoen kippen per dag slachten in Nederland. Ja. En dat die beesten allemaal zo kort op elkaar zitten. En ik ben op zich helemaal niet tegen vlees eten. En ik laat ook mijn vrienden en zo met rust daarin. Dat moeten ze in principe zelf weten. Helemaal zelf weten trouwens. Alleen het gevoel heb van inderdaad, mensen die zo veganistisch zijn en heel erg voor het klimaat gaan, dat die met een soort van verongelijkt gevoel je altijd proberen over te halen tot iets. Mm. En je moet dat op die manier ook doen. Ja. En dat vind ik weer heel erg terug te herleiden naar waar we nu in leven. Ja. Dus dat die mensen die er zo heilig van overtuigd zijn dat het zo klopt, dat iedereen binnen die paden moet gaan wandelen. Ja, nou ja, kijk, en dat heb ik dus wel geprobeerd te vermijden. Maar ja, dus het van het potje chocoladepasta was wel een kleine vorm van bemoeienis met wat iemand anders aan het doen is. Wat dus eigenlijk niet zo zou moeten zijn. En dat was ook wel zo van, oké, hold up. Maar, ik weet weer wat ik wou zeggen. Het was niet zozeer de kaping, maar vooral de conclusie die je kan trekken, is dat het eigenlijk, dat alle problemen dus zowel het dierenleed als de honger in bepaalde landen, als de vervuilingen in bepaalde gebieden, heeft alles te maken met de machtsstructuren. En dat is waar alle problemen liggen. Want als die machtsstructuren eerlijk verdeeld zouden zijn, en als er geen lust op macht of geld of overvloed zou zijn, of hoe moet ik het zeggen, mm-hmm. macht en geld, ja. Basically die twee dingen, dan had je dat hele probleem niet gehad, want dan zouden we dingen gewoon eerlijk verdelen en dan heeft er niemand honger. En want er is niet zoiets als een tekort. Er is genoeg voor iedereen. We moeten het alleen even eerlijk verdelen. Mm-hmm. Snap je? En ik denk dat ik daar op een gegeven moment een beetje achter kwam van, ik kan niet in mijn eentje door mezelf uit te hongeren de wereld redden. Mm-hmm. Ik moet daar een balans in vinden en meer naar mezelf kijken van wat ik in mezelf kan redden. En dan, ja. Het is een lastige, want ja, je wilt de wereld wel veranderen. Je wilt de wereld wel goed maken en eerlijk verdelen. Dus ja. Een betere wereld begint bij jezelf. Dan komt dat spreekwoord toch nog van pas, hè? Ja, en ja. Eigenlijk snap ik pas sinds een korte tijd wat dat daadwerkelijk inhoudt. Ja. Maar ze vroegen toch wijs eigenlijk al. Tuurlijk dat. Ja. Ja. Hey, van naar onrecht denk ik. Want ik heb jou natuurlijk gevraagd om even 2 dingetjes naar mij op te sturen. Bruggetje. Heb je toch even aan het werk gezet. En even een bruggetje gemaakt. Mooi. Hey, ja. Onrecht. Laten we beginnen met, ik kijk even David aan of die even het eerste dingetje wil instarten. En dat is het, die jongen. Ja? Nu komt hij aan dan. Mm-hmm. Yes, daar is hij in beeld. Ik denk voor veel mensen wel een bekend gezicht die in de afgelopen tijd wel vaker het nieuws heeft gehaald. Voor de Spotify-luisteraars, ik denk dat het goed is dat je heel even uitlegt wie dit is en waarom je dit fragment of in ieder geval dit beeld hebt gekozen. Nou, dit beeld kwam denk ik in de zomer van 2020 vooral veel in de kranten. Dit is Sanda Dia, een jongen van begin in de 20. Die is omgekomen bij een ontgroening. In 2018, in december in 2018. Dus het is 2 jaar na dato is dat eigenlijk pas echt in de mainstream media terechtgekomen. Ik was op vakantie toen ik het zag. Er was toen een artikel geplaatst in de krant in België waarin zijn laatste 24 uur werden beschreven. En hij wilde dus lid worden van een studentenclub in België. De Reuzegom heet het, geloof ik. Mm. Ik weet niet of ze nog bestaan. Vrij prominent, geloof ik. Ja, toch wel. En hij heeft die ontgroening niet overleefd. Mm-hmm. Die ontgroening was mensonterend, gruwelijk. Ik weet nog dat ik het artikel las en dat ik werkelijk misselijk werd en heb zitten huilen. Omdat ik dacht, het zal je kind maar zijn. Mm-hmm. En dan dacht ik van allebei de kanten.
Ik dacht, het zal je kind maar zijn die het niet overleeft. Maar het zal ook maar je kind zijn die dat een ander aandoet. Mm-hmm. En daar dus nu voor de rest van zijn leven mee moet leven. Het was als een soort van in your face van dat dit dus gebeurt. Dat er dus mensen zijn die dit andere mensen aandoen. Onder het mom van een ontgroening of onder het mom van je moet dit doorstaan om erbij te horen. En dat er dus binnen die groep die dat dus heeft gedaan ook een bepaald soort hiërarchie is. Waarin andere mensen ook weer onder druk worden gezet om bepaalde dingen dan weer bij een ander te doen. Misschien zelfs ook tegen hun gevoel in en denken, want er zijn bepaalde momenten geweest waarin er echt wel heel duidelijk zichtbaar was dat het niet goed ging met deze jongen. En dat het echt niet goed ging, mm-hmm. niet normaal was. En dat duurde ook 2 dagen. En dat er niet is ingegrepen. Pas toen hij echt knock-out was en laveloos was, hebben ze na een tijdje toch gezegd van hey, dit is niet goed, we moeten hem naar het ziekenhuis brengen. En hij is daar gestorven in het ziekenhuis. En ze hebben direct ook alle sporen uitgewist. Mm-hmm. Want er zijn WhatsApp-berichtjes gestuurd geweest en gewist. Die plaats is, er was een put gegraven waar ze in onderkoeld zijn geraakt. Die is dichtgemaakt. Het is vreselijk als ik er terug aan denk. En ik kon het niet uit mijn hoofd zetten. Mm-hmm. Ik kon het gewoon niet uit mijn hoofd zetten. En dus heb ik dit fragment uitgekozen. Ik weet dat het heel triestig is, maar dat heeft zoveel lagen. Want deze mensen die dat doen, die komen uit best wel hele goede gezinnen, zou ik zeggen. Maar eigenlijk is dat niet het juiste woord. Mm-hmm. Rijke gezinnen, invloedrijke gezinnen. Die toch wel hoge functies bekleden binnen de samenleving. En waar zij ook voor aan het studeren waren. Dus zij zouden uiteindelijk ook een hoge functie kunnen hebben. Die veel invloed zou kunnen hebben op de mensen. Mm-hmm. En gewoon dat hele cultuurtje. Daar werd dus gewoon. Het heeft dus blijkbaar al 2 jaar moeten duren voordat het überhaupt voor de menigte boven water kwam. Wat natuurlijk al opmerkelijk genoeg is. Zeer opmerkelijk. Normaal gesproken komen de namen komen in de kranten te staan van mensen die iets hebben uitgespookt. Mm-hmm. Was ook niet zo in dit geval. Er werden meteen een gigantische. Van wat ik weet, hè. Kijk, ik lees ook maar wat ik lees. Mm-hmm. Ik ken ze niet persoonlijk. Mm-hmm. Maar er worden goede advocaten ingezet. Want die komen uit. Hun ouders zijn advocaten en die hebben geld. Dus dat wordt alles op alles gezet. De KU Leuven, waar zij aan studeerde, heeft in eerste instantie ook vrij weinig gedaan om die jongens. Weet ik veel. Een lesje te leren, bij wijze van spreken. Of de afstand van te nemen. Het was echt vrij consequentieloos bijna. Mm. En daar is best wel veel tegengeluid op gekomen. Mensen die het daar niet mee eens zijn. Uiteindelijk heeft de KU Leuven ook een ander statement gedaan. Volgens mij mochten ze op een gegeven moment ook niet meer verder studeren of zo. Mm-hmm. Maar er is in september een zaak geweest. En ik weet eigenlijk niet hoe het er nu voor staat. Mm-hmm. Maar er zijn zoveel foto's van deze jongen ook online gekomen. En hij heeft zoveel losgemaakt in mensen. En ook in mij. En later. Ik had bijna het gevoel alsof hij een engel is. Als ik hem zie, dan is het alsof ik een engel zie bijna. Die zijn dood heeft zoveel losgemaakt. Niet dat het gerechtvaardigd is. Hij had nooit mogen sterven. Maar het heeft zoveel aan het licht gebracht. Mm-hmm. Door deze ontzettend trieste gebeurtenis. Er is ook een documentaire over geweest. Bijna niemand kan daar normaal naar kijken. Omdat het zo onmenselijk is. En dat gebeurt dus gewoon eigenlijk in ons midden. Gebeurt dat. En later was ik in een boek aan het lezen en Sananda is eigenlijk een soort heilige bijna, een soort messias, zoals Jezus in oude spirituele boeken. Mm-hmm. En hij heet Sananda. Mm-hmm. Toen dacht ik, oké, hij is sowieso een engel. Mm-hmm. En gerechtigheid zal wel komen, ik weet alleen niet wanneer, ik hoop gewoon snel. En gerechtigheid heeft gewoon te maken met dat deze jongens inzien wat ze hebben gedaan, dat ze niet een hand boven het hoofd wordt gehouden. Zij hoeven wat mij betreft niet te lijden zoals Sanda heeft geleden. Maar zij moeten wel verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de daden die zij hebben gedaan en het leed dat zij hebben veroorzaakt daarmee. Zij moeten daarmee leven. Dat is misschien nog wel het allermoeilijkste. Mm-hmm. En ik wil dat en de ultieme gerechtigheid zou zijn dat ze tot dat besef komen. Mm-hmm. En door die pijn zelf heen gaan. In plaats van dat het wordt weggemoffeld. Dat zij alsnog. Want ze zullen er hoe dan ook mee leven in hun hoofd. Mm-hmm. Maar het mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Mm-hmm. Niet voor de nabestaanden, niet voor hemzelf. Nee. Dit mag niet gebeuren. Maar is de grootste gerechtigheid eigenlijk niet die hieruit zou kunnen pakken dat. Want ik denk dat je het. Ja, je ziet het heel mooi, denk ik. Ik denk dat daar de macht, waar wel, dat is een thema wat terugkomt eigenlijk deze podcast, merk ik. Maar
dat macht is, begint daar eigenlijk. En daar wordt een systeem gecreëerd van jonge jongens die later op machtige positie gaan komen. Die eigenlijk al daar geleerd worden om over bepaalde grenzen heen te stappen en bepaalde acties te moeten doen. Ja. Om binnen dat bepaalde systeem te kunnen passen van macht. Ja, dus vernedering en pijn doen is dus een manier om erbij te horen. Ja. Het is gewoon helemaal scheef. Juist. En is daar in het verlengde daarvan niet de grootste gerechtigheid die je daarmee kunt wensen? Is dat het nu steeds meer duidelijk wordt? Ik bedoel, we hebben natuurlijk al bepaalde grote zaken als Epstein en dergelijke, waarin er ook al aardig wat aan het licht komt over hoe bepaalde machtsstructuren werken. Ja. Maar dit ligt hier natuurlijk bijna aan ten grondslag, want het begint al op zo'n jonge leeftijd. Ja. En daar wordt gewoon al geleerd dat je dus acties en daden kunt hebben zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. En dat nemen ze mee in de rest van hun loopbaan, carrière. Ja. En projecteren zij weer op hun opvolgers. Want uiteindelijk, die gasten die dat deden, hebben dat zelf ook moeten ondergaan. En dus die zijn ergens ook een soort slachtoffer, ook een soort getraumatiseerd. Het kan niet zo zijn dat je daar zonder trauma, dat je komt daar niet zonder trauma uit. Mm-hmm. Ze zullen het misschien niet laten zien, of ze zullen het misschien oppoetsen met een ander soort gedrag, wat inderdaad dan dus later weer het gedrag wordt van de misbruiker zelf. Mm-hmm. En inderdaad, wat je zegt is waar, ze houden het op die manier in stand, maar er mag gewoon geen stilte rondom creëren, want het is nu aan het licht gekomen, net zoals die zaak die je net ook noemde. Mm-hmm. Maar er is nog steeds heel veel stilte onder. Mm-hmm. Er is nog steeds, ik bedoel, wat is er nu aan het gebeuren? Wie staat er nu terecht? Wat gebeurt er met de slachtoffers? Welke mensen waren er betrokken? Komen ze nog voor de rechter of hoe zit het? Mm-hmm. Weet je wel? Gerechtigheid moet nog wel komen. Dus het is goed dat het aan het licht komt. Mm-hmm. Maar dat is stap 1. Mm-hmm, ja. En dan inderdaad kunnen we dat onder ogen komen. Kunnen we zien, oké, dat zijn de structuren. Dat zijn niet de mensen die wij macht willen geven. Dat zijn niet de mensen die met macht om kunnen gaan, zouden mogen kunnen gaan. Dat moet veranderen. Ja. En het is wel, ja, ik denk ook dat het gewoon tijd wordt dat we gewoon best wel hiernaar mogen kijken. En dat dit soort onderwerpen gewoon niet geschuwd worden. Precies. We doen altijd maar alsof corruptie en dergelijke iets is voor een verre Afrikaanse landen en Aziatische landen en weet ik wat allemaal. Alleen door dat soort dingen te doen, kom je er dus gewoon niet achter hoe eigenlijk onze wereld echt in elkaar steekt. En het is niet alleen de politiek, maar het zijn natuurlijk ook de big corporates en zo. En al die bedrijven die ironisch genoeg in de afgelopen 8 maanden weer enorm veel macht naar zich gaan toetrekken zijn en rijkdom. Mm-hmm. En weet ik het wat. En daar staan natuurlijk niet altijd en overal, maar daar staan dus wel mensen aan het roer die inderdaad dit soort taferelen van de jongs af aan het doormaken zijn. Ja, en je zou kunnen zeggen van oké, als het dan zo is dat het niet, als het dan zo is dat alles complete vertrouwen is. Als het dan zo is dat het wel juist in elkaar zit. Als het dan zo is dat wij het compleet bij het verkeerde einde hebben, door te twijfelen eraan of door ons vragen te stellen, dan zou het in principe geen probleem moeten zijn om alle kaarten op tafel te leggen. Mm-hmm. En die vraag daadwerkelijk te stellen. Ik bedoel dan meer voor de mensen die zeggen van nou, dat kan niet hoor. Of ik geloof niet dat er corruptie is binnen ons land of whatever. Ik zeg niet dat er corruptie is. Mm-hmm. Of ik zeg niet dat ik dat zeker weet. Maar laten we het op zijn minst durven vragen. Ja. Dan kunnen we er hopelijk achter komen. Ja. Nou ja, je ziet het nou met die hele toeslagenaffaire. Volgens mij is er wel degelijk corruptie in het hele systeem. Ja. Alleen nog steeds is het iets voor mensen waar ze van af willen blijven. Omdat, laten we er maar gewoon niet over nadenken of zo. Laten we het er maar niet over hebben. Dat is altijd het makkelijkste. Ja. Maar we leven niet in een tijdperk van de makkelijkste weg. Zoveel is duidelijk. En We gaan het onder ogen moeten komen, maar het is veel makkelijker om weg te kijken voor dingen. Voor de korte termijn, hè? Maar als je op een gegeven moment, het voelt voor mij juist heel erg bevrijdend om op een gegeven moment, precies, gewoon met open vizier dit soort onderwerpen aan te kunnen gaan. Want we maken onszelf altijd heel klein als mens, maar we zijn heel groot. Ja. En als we allemaal dit soort gesprekken durven te voeren met open vizier, dan is het zo afgelopen met die bende. Precies. Het is inderdaad, dat is het gewoon. En het is uiteindelijk bevrijdend. Mm-hmm. Maar de stap daar naartoe is in eerste instantie alsof je toch even een donker tunneltje door moet. Mm-hmm. En dan pas echt letterlijk het licht aan het einde van de tunnel. Want toen ik zeg maar bepaalde dingen las of zag of hoorde, of dat ik dacht van wow, dat zet mijn wereld op de kop. Mm-hmm. Dat ik wederom weer hartkloppingen en een soort angstaanval, dat ik dacht van fuck, niks is wat het lijkt, jong. Of is dit echt zo? Of wat moet ik nog geloven? Of wat is, er komt nu zoveel informatie op mij af. Wat moet ik nu geloven? Ik ben bang. Weet je wel? En dan denk je van oké, ik heb nu deze informatie, ik heb nu die informatie, ik ga dit, ik ga voelen, ik ga terug naar mezelf. Mm-hmm. Ik ga, en dan voel je je wel veel, veel vrijer. Omdat je ook minder snel gekaapt kan worden terug. Ja. Omdat je gewoon
het is fijn om alle informatie te hebben. En dat zou ook fijn zijn als we dat binnen onze machtsstructuren zouden kunnen hebben. Transparantie, openheid en eerlijkheid. En dan kunnen we ons terug vrij voelen. Dat lijken me nou eens echt mooie kernen om voor te streven. En ook met deze kernen ga ik heel even een kleine plaspauze inlassen. Is goed. Daar zijn we weer. Dit was de eerste keer dat ik op een plaspauze moest inlassen. Oh, normaal gesproken zijn het mijn gasten altijd. Dus ik zat het te rekken. Ik denk, nee, dit duurt nog te lang. Ik moet toch echt even gaan lopen. Ja, ik ben goed in het ophouden. Want ik heb altijd dat ik 's nachts moet. Maar ik vind het zo vreselijk om uit mijn bed te gaan. Ja. Heb je dat nooit? Nou, dat is echt een heel nutteloos detail. Maar goed. Ja, nou ja, zo komen we toch je echt, zo leren je toch echt kennen. Hè? Vreselijk plaspauzes. Maar ja, het moet gebeuren. En jij gaat naar Nederland verhuizen. Ja. Wat heeft u toen besluiten om uit België weg te gaan, uit Antwerpen? Ja, maar dit zeg ik echt al heel lang. Dus, je kwam daar wonen in je K3 uit, neem ik aan. Ja, dus ik ben daar verhuisd toen ik 23 was. En ik ben nu 34. Mm. En ik vind het wel mooi geweest. Mm. Maar ik zeg dit al jaren hoor. Dus we bespreken wel als ik hier daadwerkelijk woon. Oh, okay. Ik liep iets op de zaken vooruit. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, en hoe heb je dat ervaren eigenlijk, die switch naar België? Nou, dat is dus al heel lang geleden. Ondertussen heb ik gewoon al een halve Belgische tongval hier en daar. Mm-hmm. Maar dat was wel een flinke overgang, moet ik zeggen. Ja, een buurland, maar toch deed het me altijd meer aan Frankrijk denken dan aan Nederland. Oh, ja. Volgens mij zien de Vlamingen dat zelf niet helemaal zo. Nee, vast niet. Maar als je een stukje naar beneden rijdt, dan heb je al meteen dat heuvellandschap. En dat doet mij gewoon denken aan op vakantie gaan. Mm. En ook bepaalde... Ja, het is toch meer een... ik vind het op culinair vlak echt een... Love it. Top. Ja. Ja, ik weet niet. Gewoon Bourgondischer. Meer lekker wijntje, aperitiefje, lekker eten. Dat staat gewoon allemaal veel meer centraal dan dat ik het gevoel had dat in Nederland altijd zo was. Ja. Je komt er nu heel erg over als ik stuur een beetje richting die tijd. Omdat je komt er nu heel erg over als iemand die super authentiek in het leven staat. En echt gewoon wel naar zichzelf luistert en dicht bij de gevoel staat. Maar ik kan me zo eens voorstellen dat het in zo'n hectische tijd van optreden naar dit en dat. Waar je eigenlijk helemaal geleefd wordt. Dat je dat eigenlijk helemaal niet zo ervaart. Nou, het is gewoon een andere periode in mijn leven geweest. Waarin... ja, ik toch een mooie kans kreeg om een hele toffe baan te hebben. Maar die wel ook ervoor zorgde dat je in een sneltrein terechtkomt. En een heel ander leven leidt dan dat je daarvoor hebt. En dat je toch een beetje meer geleefd wordt als het ware. En waarin je... dat is ook gewoon een deel van mij en een deel van mijn leven geweest. Ik zit nu in een compleet andere fase. Het is niet te vergelijken met elkaar. Het is... Binnen dat kader laat je delen van jezelf zien die je eigenlijk als het ware uitvergroot. En andere delen van jezelf die je gewoon laat voor wat ze zijn. Of die je gewoon niet nodig hebt binnen het concept als het ware. Mm-hmm. En omdat je toch onder je eigen naam optreedt, is dat hier en daar wel voor wat schizofrene momenten gezorgd. Ja, ik kan me dat wel goed voorstellen. Nee, maar ja, prima. Het is een deel van mijn journey, mijn reis. Mijn reis in het leven, dat heeft ervoor gezorgd wie ik nu ook ben. Dus om nou te zeggen van wat beter of niet beter was, daar heb ik absoluut geen antwoord op. Omdat dat gewoon een deel is, een deel van mij, een deel van mijn leven. Ja. Waar ik heel dankbaar voor ben. En ik ben ook heel dankbaar voor het leven dat ik nu leid. Ja. Hoe kijk jij tegen het medialandschap aan eigenlijk? Jij als ervaringsdeskundige... Nou, ik moet zeggen dat ik het wel even lekker rustig vond, hoor. Zo een beetje in de luwte. Mm. Hoe ervaar ik het medialandschap? Nou, ik kan me voorstellen dat je er nu anders naar kijkt dan toen je er echt midden in zat, zeg maar. Ja, ik denk dat ik me op dat moment ook niet realiseerde dat er zoiets als roddelbladen bestonden überhaupt. Mm. En dat je daar dan dus ook in kan staan. Mm. En dat ik de eerste keer de vraag kreeg van nou, nu ben je bekend, dus nu moet je ook vertellen over je privéleven. En dat ik echt dacht van, waarom? Ik kom hier om te zingen en te dansen. Dat is wat ik wilde doen. Ik wil niet bekend zijn. Laat me met rust. Mm. Maar dat durfde ik natuurlijk helemaal niet zeggen toen. Dat was ik ook... Het overkwam me gewoon een beetje. En ik moet zeggen dat ik daar altijd een beetje een... God.
Ik laat het altijd een beetje links liggen, maar ik vind het soms wel lastig om zo in de schijnwerpers te staan. Of lastig. Het hoort erbij. En het is nu eenmaal zo. Maar sommige dingen heb ik gewoon zoiets van, joh, dat zijn gewoon je zaken niet. Ja. Weet je? Dus dat heb ik altijd wel een beetje lastig mee gehad. Ja. Heb je het idee dat je, want dit is wat ik nu een beetje zie, is dat mensen in het medialandschap zich heel erg stil moeten houden of gecensureerd of zichzelf een beetje censureren omdat ze bang zijn voor zaken als publieke opinie. En hier heb je die publieke opinie weer. Hè? Dat is zo'n terugkerend ding waar heel veel mensen last van hebben. Die zich, laat ik me maar conformeren naar het grote verhaal. Ja, ik denk ook dat het ergens misschien wel te maken heeft met dat je als artiest ook gewoon een bepaald soort sympathiek rolmodel bent, bij wijze van spreken. En misschien ook wel afhankelijk bent van bepaalde dingen. Mm-hmm. En daarom denk van ik spreek mijn politiek niet uit. En ik vind ook dat iedereen dat compleet voor zichzelf moet beslissen. Zeker. Maar het is ook, ik volg verder niet zo goed wat er nu allemaal in het medialandschap gebeurt als in bekende mensen, hoe ze zich opstellen of wat hun opinie is. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk mijn Instagram of mijn social media een beetje ingericht op dingen die mij nog inspireren, in plaats van dat ik iedereen zijn leven wil volgen. Ik heb gemerkt dat dat een beetje te veel onrust bracht in mijn eigen leven. Mm-hmm. Dus in dat opzicht ben ik niet echt op de hoogte van wie welke standpunt inneemt of überhaupt een standpunt wordt ingenomen. Maar ik denk ook dat het voor veel mensen een wereldje is waar je in wordt ingedompeld en waar andere dingen normaal zijn. Of waar je gewoon denkt van dit is hoe iedereen erover denkt en ik ben het daarmee eens. Mm-hmm. Wat ik veel merk is dat dat de mensen die dicht bij zichzelf staan en soort van zich voorzichtig proberen durven uitspreken, dat die wel vaak het haasje zijn. Mm-hmm. En dat er ook een hele hoop zijn die ook wel zo denken, maar zich echt niet durven uit te laten omdat ze bang zijn om het haasje te worden dan weer, zeg maar. Waardoor je eigenlijk een soort systeem hebt gecreëerd waar je vast zit. Ja, maar ik zie ook wel veel gebeuren dat als mensen zich stilletjes proberen uit te spreken, dat ze een hele inleiding doen over, ik ga vast heel veel volgers verliezen en weet je wel, dat er al bijna een disclaimer is van, ik ga nu iets zeggen wat misschien niet bij iedereen goed gaat vallen. Wat op zich wel een handige inleiding is, misschien voor veel lange tenen. Maar daarin zie ik juist eigenlijk dat mensen zeggen, blij dat je het gezegd hebt. Weet je wel, eigenlijk zie ik ook heel veel mensen die denken van, wat fijn dat je, en dat is wat ik ook zo nu en dan, en ik ben nog vrij gematigd in de dingen die ik soms online gooi, krijg ik heel veel positieve berichten van, wat fijn dat we van je horen en wat fijn dat je je durft uit te spreken. Dus die, en natuurlijk, er zijn altijd, sommige dingen zorgen gewoon voor polarisatie. Dat is een beetje des mensens om een kant te kiezen of zo. En ik denk dat je nu ook ziet bij steeds meer bekende mensen die wel zich durven uitspreken, ook heel erg zich gaan richten op de verbinding, op de positiviteit, op het niet creëren van twee kampen of niet willen zeggen van dit is goed of dat is fout, maar meer het echt gewoon bij zichzelf proberen te leggen en zo. Maar ja, het is aan de andere kant, ik weet het niet, want ik volg het dus niet, maar het schijnt vrij stil te zijn in een medialandschap op dat vlak. Ja, zeker. Maar het crue is, daar is ook zo'n soort systeem gecreëerd dat daar alles conform bepaalde idealen en ideologieën moet bestaan. En als je daar buiten loopt, ook als artiest zijnde. Ja, maar het is ook nooit zo geweest dat ze überhaupt die keuze hadden. Of dat ze überhaupt werden verwacht dat ze daar een standpunt, dat ze ergens überhaupt een standpunt in nemen. Nee. Weet je wel, meeste artiesten zetten zich daar gewoon buiten. Of acteurs. Die hebben zoiets van, dit is mijn werk. Dit is waarvoor ik in de media kom. Mm-hmm. En wat ik over andere zaken denk, daar ga ik me niet over uitlaten. Nee. Snap je? Maar dat is een keuze natuurlijk. Alleen, sorry, het is natuurlijk droge lucht. Ja, dat geeft niks. Hoest nog even lekker. maar het is natuurlijk cru dat op het moment dat je dat wel, zeg maar, waarom zou je, maakt niet uit hoeveel volgers je hebt, maar waarom zou je niet je mening ergens over mogen ventileren? Welke je kan eigenlijk alleen de mening ventileren wanneer het maatschappelijk aanvaard is. Zo zie ik het een beetje gebeuren. Precies, ja. Daar waar een paar jaar geleden bepaalde discussies nog voor een paar extremisten waren, zie je nu dat sommige discussies echt voor de mainstream zijn. En dat het dus sociaal geaccepteerd is om je uit te laten over bepaalde zaken. En dan wel. Maar is dat per se goed? Ja. Nee, dat is weer meegaan in wat sociaal en maatschappelijk geaccepteerd is. Als je daar volledig achter staat, it's all good natuurlijk. Als dat echt jouw filosofie is en als jij voelt van dit is waar ik voor sta.
Of als het is van, nou, ik doe dit gewoon omdat het is zo lekker populair om dit nu te vinden. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wat ik bedoel, ja. Daarin vind ik het gewoon een heel raar idee dat je, als je een andere mening hebt dan anderen, dat je die niet meer mag verkondigen op een of andere manier. Maar ja, het is gewoon grappig, want dit wordt dan ook als een bepaald soort populistisch geklets gecategoriseerd of zo, weet je wel? Mm-hmm. Terwijl het dan zogenaamd niet populair is of zo. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik erover moet zeggen, Jorn. Nee, oké, ik merk het. Maar het is gewoon, wat ik wou zeggen, maar dat is eigenlijk een beetje off the record zo van dat allebei de groepen, als je het al in groepen wil zien, tegen elkaar zeggen, word nou eens wakker. Ja. Het schiet gewoon niet op. Je moet gewoon helemaal van dat twee groepen weggaan. Ja, daar ben ik het helemaal mee. Hoe moeilijk het ook is. Ja. Nou ja, maar ik denk dat je komt ergens wel door met elkaar gesprekken te blijven voeren en door je mening te verkondigen. Want als je dat allemaal niet doet en je schuwt je mening, dan kom je nergens meer uit. Het moet kunnen blijven bestaan allemaal. Mm-hmm. Precies. Dat is waar. Heb je niet het idee dat, als we een beetje naar de toekomst gaan blikken, maar dat bijvoorbeeld zoiets als het medialandschap of zo, dat staat te veranderen? Jij denkt van wel, hè? Ik, misschien niet nu al snel of zo, maar ik heb het idee dat, dat hoe meer mensen bij de kern uitkomen en meer mensen iets echts willen. Ik denk dat je dat nu ook al ziet op social media. Mensen als Isa en een hoop andere mensen die echt een enorme following aan het krijgen zijn. Met eigenlijk iets wat bijvoorbeeld, wat een jaar geleden zou je dat niet kunnen voorstellen eigenlijk. Dat iemand met een soort van een boodschap echt een groot kanaal krijgt op social media en zo. Ja, ik denk dat misschien ook iets is wat al een tijdje geleden in gang is gezet. Doordat de media al überhaupt aan het veranderen was naar digitaal en bepaald soort influence-achtige types. En dat het nu inderdaad aan het groeien is op inhoudelijk. Dat iemand groot kan worden met iets puur op eigen pootjes van, nou, dit is wat ik vind. En dat mensen zich daarbij kunnen aansluiten. Dus het zou best kunnen dat dat alles daarin verandert, maar goh, dat weet ik echt niet. Nou ja, het is filosoferend. Ik weet natuurlijk ook niet of dat zo is. En ik heb het idee dat daar wel een trend is ingezet. Ja. En dat ligt eigenlijk ook in de lijn met wat jij eerder zei over die scholen bijvoorbeeld. Weet je wel, dat daar ook al een trend is ingezet naar meer echt. Ja, mensen gaan meer misschien voor zichzelf kiezen. Mensen gaan meer gewoon opzoeken wat voor hen werkt, wat voor hen interessant is. Mensen komen dichter weer bij hun kern en bij de natuur en bij al die dingen die lange tijd toch een beetje onder het kopje geitenwolle sok vielen. Voelt eigenlijk toch best lekker warm, zo'n geitenwolle sok. En we durven daar ook meer voor uit te komen van, nou, doe mij maar een paar geitenwolle sokken en I'm good. Dus in dat opzicht denk ik dat er wel meer mensen hun eigen weg gaan beginnen volgen en daardoor elkaar zullen gaan vinden. Over geitenwolle sokken gesproken en aan je eigen weg gaan gesproken. Volgens mij ben jij begonnen met een nieuwe opleiding, of niet? Nee, maar dat wil ik niet. Ik ben met een nieuwe opleiding begonnen. Nou, ik ben constant opleidingen aan het doen. Of nou, niet opleidingen, maar ik zit constant zijweggetjes te doen van dingen die ik interessant vind. Ik ben begonnen met hoeden maken een paar jaar geleden. Daar heb ik ook een opleiding voor gedaan. Vind ik te gek, ga ik blijven doen. Ik heb een blauwe maandag saxofoon gespeeld. Dat vind ik ook nog steeds te gek, maar het komt nu echt even niet uit. En toen ik zwanger was, kreeg ik er geen geluid uit. Ja, die kracht komt allemaal uit je buik, maar die stond zo, dat is gewoon niet op. En nu ben ik aan de studie voor plantengeneeskunde begonnen. Omdat mij dat ook heel erg interesseert. En omdat ik dacht, ik wil mijn hersens nog eens goed laten kraken. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. Dus daar ben ik dit jaar mee begonnen. Ja. Wat interessant. Ja, super interessant. En ik vind het ook echt mateloos boeiend. En leuk om daarmee bezig te zijn. En we zullen wel zien wat me dat gaat brengen. Grappig dat je naar je schoolloopbaan, waar je van wel die zeg tumultueus is geweest, dat je nou toch besluit om weer de boeken in te duiken. Precies, je moet er gewoon aan beginnen als je er klaar voor bent. Nou ben ik wel heel praktijkgericht hoor, heel erg van het doen. Dus het is echt wel een serieuze uitdaging om echt parate kennis, shit uit je hoofd te leren en zo, weet je. Maar dat vind ik ook wel een fijne uitdaging. Je kan ook heel veel doen daarmee. Dus het is inderdaad een groot stuk studie. Maar het is ook heel veel dingen maken. Het kan van cosmetica gaan tot medicinale potions. En het is dus ook heel veel doen. En heel veel naar buiten gaan. En ik kijk nu alleen nog maar naar de grond van wat zie ik groeien. En ik heb in korte tijd al zoveel geleerd over wat er gewoon aan onkruid, wat dus geen onkruid is, om ons heen groeit. Ja. En dat zijn vaak de dingen die wij het meest nodig hebben.
Ja. Er groeien dus heel veel antivirale plantjes om ons heen. Mm-hmm. Maar is een van je motivaties om dit te gaan doen, juist dat je... Want ja, het is een terugkerend ding bij jou, hè? Want in je boek ben je natuurlijk ook toch aan zwangerschap, weet je wel. Dat is toch een beetje in de geneeskunde en dergelijke over geschreven. Toen komt het voort uit een... Ik denk dat het meer een soort... Sorry dat ik je onderbreek. Nee, ga door. Ik denk dat ik je vraag al heb begrepen. Oké, onderbreek me vooral. Ik denk dat het inderdaad te maken heeft met een soort bewustwording en een soort empowering, om het zo maar te noemen, van, in het geval van mijn boek dus, zwangere vrouwen, dat je zoiets hebt van, je kan het, weet je wel, laat je niet gek maken en datte. Blijf bij jezelf. Blijf bij jezelf. Mm. En nu met die plantjes zo van, dit is echt eeuwenoude kennis die we allemaal een beetje... Nou, toch voor veel mensen verloren aan het gaan is. Van wat van grootmoeder, oma weet raad, kwamen heel veel kruiden aan te pas. En ik weet dat mijn tantes, en naar mijn moeder iets minder, maar mijn tantes die zijn ook helemaal, die hebben een tuin vol en die gebruiken reguliere geneeskunst. Niet dat ik daar iets op tegen heb of zo, maar die zijn gewoon helemaal zo van, ik heb voor elk kwaaltje heb ik wel een plantje. En plantengeneeskunde kan echt mega effectief zijn als het juist wordt toegepast. Ja. Het kan ook mega giftig zijn als je het te veel doseert. Dus dat moet ik allemaal nog leren. Ik vind het gewoon reuze boeiend. En het heeft inderdaad te maken met een soort bewustwording en een soort leren wat er om je heen mogelijk is, zonder dat je afhankelijk bent van andere mensen. Per se. Mm-hmm. Tuurlijk zijn we hier ook om elkaar te helpen en te ondersteunen. Mensen zijn nou eenmaal oudsher aan elkaar verbonden. Mm-hmm. Maar het is fijn om tot op zekere hoogte vrij te kunnen zijn en zelfvoorzienend te kunnen zijn en niet je lot in andermans handen altijd te hoeven leggen. Ja, snap ik. Of blind te vertrouwen op iemand. Mm-hmm. Het is fijn om zelf dingen te weten. Maar dat zijn allemaal achterliggende... De eerste motivatie was gewoon van cool. I like it. En ik ben graag buiten. En ik vind plantjes super cool. En ik was eigenlijk al bezig met zo allerlei dingetjes maken thuis en zo. Maar eigenlijk wist ik er de ballen van. Dus nu ga ik gewoon echt kennis proberen op te doen. Dit keer een minder mooie brug. Maar ik wil toch even naar je video gaan die je mij hebt opgestuurd. Die we ook eventjes hier erin gaan gooien. Erg vermakelijk. Ik ging stuk. Oh, ja, Ellie ben vast. Ja, dus even... Ik ging stuk. Ik zag deze op Instagram voorbij komen. En ik vond hem gewoon zo lollig. Er waren al een aantal van dat soort memes doorgekomen. Maar omdat hier Kanye ook in zit en omdat ik dat echt een geniale gast vind, vond ik hem extra tof. Ja. Het is gewoon zo van, 2020 zou niet... Ja, we mogen hem nog wel uit inmiddels. Ja. Inderdaad, ja. 2020 zou niet 2020 zijn als het niet voor de memes was. De memes die hebben het gewoon leefbaar gehouden. Ja. En veel memes zat zo vol met waarheid. Of zo een beetje... Want voor de Spotify-luisteraars, die hebben natuurlijk geen idee nu. Oh ja, dus hier staat zoiets als... Me and my Instafam, when we decline the vaccine and we fly private of zo staat er dan boven. En dan zie je dus een vliegtuig vol met mensen. De beat klapt erin en iedereen begint vet blij te dansen. En Kanye zit daar zo met zijn hoofd heen en weer. Met een lach op zich. Ja, het is heel droog. Je moet het even zien. Mm-hmm. Maar dat soort dingen. Of je had ook zo eentje van dat je met z'n allen in de gevangenis komt. Hey, weet je wel, weer iemand. Ja, precies. Dus gewoon heel lollig. En daarin weet je ook van je bent nooit alleen wat er ook gebeurt. Maar ook een kern van waarheid in wel. En dat vond ik zo treffend aan dat filmpje die jij hebt opgestuurd. Omdat, weet je, als het allemaal zo moet dat we allemaal aan die verplichte vaccins moeten en weet ik wat allemaal. Dan creëren we toch gewoon lekker onze eigen groep. Pakken we daar een vliegtuig mee. Ja. En dan vliegen we met de mensen die dezelfde levensopvattingen hebben. Nou, dat wat je zegt. We kunnen altijd nog lekker met z'n allen ophokken en een vliegtuig. Kost niet zoveel hoor. Als we allemaal een tientje bijleggen en we hebben een heel vliegtuig vol, dan kunnen we wel private vliegen. Ik vind het een mooie uitdaging om dit aan te gaan. De eerstvolgende keer vliegen is gelijk private. Ja toch? Ja, dat is wat er in die meme staat. Ja. Zit er gewoon, jij zorgt voor de muziek dan? Ik zorg zeker voor de muziek. Dat gaat geregeld worden. Hoe zie jij... Hoe zie je het eigenlijk voor je de toekomst? Wat zijn nou... hoe zou jij voor jezelf het liefst...
zien dat het, natuurlijk dat het allemaal overgaat en dat begrijp ik allemaal wel. Maar wat zijn er voor jou nou van die dingen van, ja, dit is, als je mij nu vraagt van wat vind ik nou heel belangrijk voor mijn toekomst? Dat is misschien een hele ingewikkelde vraag hoor, maar... Ja, precies, want ik kan hem heel breed trekken in de zin van dat ik, wat ik nu zie gebeuren, dat alleen maar als een onschadelijke olievlek zich gaat verspreiden over de hele wereld. Namelijk dat mensen een betere toekomst voor zichzelf zien en voor hun kinderen. En dat ze daarin heel positief licht proberen te zijn voor zichzelf en voor anderen. En dat dat zo'n groot effect gaat hebben dat wij ons geen minuut zorgen hoeven te maken over of er genoeg gaat zijn voor iedereen. Genoeg eten en drinken. En ik heb daar een heel ideaal beeld voor me. Omdat ik niet van doemscenario's hou. Omdat ik wel belangrijk vind dat we realistisch blijven. Dus niet wegkijken voor de dingen. Dat we met onze ogen open positief kunnen staan in onze eigen kracht eigenlijk. En dat we daarin een toekomst creëren voor de kinderen zoals we die willen. Mm-hmm. En dat de kinderen vrij zijn. Dat wij niet beslissen voor hen nu, zodat zij later geen keuze meer hebben. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat is onze verantwoordelijkheid om hen ook vrije keuzes te laten hebben. En dat is echt een hele grote. En dat is eentje om heel goed over na te denken. Of je nu wel of niet een vaccin wil nemen. Doe het wel overwogen. Mm-hmm. In de mate waarin jij je informatie kan krijgen en je goed voelt. Daarmee creëer je een toekomst voor jezelf en voor je kinderen. Mm-hmm. Of je het nu wel of niet doet. Mm-hmm. Maar het is onze verantwoordelijkheid wel. Ja, want we gaan... dat we gaan veranderen en dat we naar nieuwe systemen toe gaan is denk ik inevitable. Als je mij vraagt, iets heel erg goeds. Ja. Alleen, ik denk, het is goed om ons nu te beseffen dat we nu wel voor de keuze staan hoe die toekomst eruit komt te zien. Ja. En dat wij belangrijk zijn en dat wij zelf invloed hebben op die toekomst. En dat we dat niet wegleggen bij andere mensen. Een soort van, doen jullie er maar iets mee. Ja, ik denk dat we te lang onze stem, onze macht en onze kracht misschien in handen hebben gelegd van andere mensen. En daar zo gewend en comfortabel in zijn geworden dat we zelf bijna vergeten dat we nog een stem hebben en kracht hebben en macht hebben. Weet je wel, wat je net zegt. Dat we inderdaad allemaal gewoon dat besef weer hebben en denken van, ja, nou, zomaar doen. Tot hier en niet verder. Daar. We trekken ons plan. Dat zou toch gewoon ideaal zijn. Ik weet dat het een beetje zo van, ja, maar en dit dan en ja, maar en dat dan. I know. Maar het kan wel. Mm-hmm. Het kan gewoon. Ja. Ik bedoel, en dat, ja, dat dit dan en dat dan, dat zien we dan wel weer. Precies. Ja. Ogen open en gaan voor de goede uitkomst. Ik denk dat ik heb hier echt bijna niks meer aan toe te voegen. En ik vind het zo'n mooie, positieve boodschap. Ik denk dat we hem hier gewoon bij moeten afsluiten ook. Man. Het is zo, het klinkt utopisch, maar ik denk dat dit precies is wat er moet gaan gebeuren. Ja, we staan op de rand van een utopie. Het staat ons te wachten. Dit is een perfecte uitsmijter. Lieve mensen, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Klik even abonneren, liken, deel het met je vrienden. Laat me ook trouwens even weten als jullie tips hebben of ideeën hebben voor leuke interessante gasten in de comments. Josje, mag ik jou meer dan vriendelijk bedanken voor dit super fijne gesprek. Meer dan graag gedaan. En we gaan elkaar nog spreken. Zeker dat, ja. Thanks. Dank je.